Waarom ben je alleen, Remy? Dat is een goede vraag. Ja, het is niet makkelijk antwoord geven daarop. Als jij mij die vraag stelt, weet je wat ik doe? Ga ik onder die tafel liggen. Wat zeg ik tegen jou, fijne wedstrijd. Doe je ding. Elke week in Gilly's Loveline schuif ik aan deze tafel met het doel om liefde beetje bij beetje beter te kunnen doorgronden. En als ik je interessant vind en denk dat jij daaraan kan bijdragen, kan ik zomaar in je DM's belanden. Ik moet erbij zeggen, het is de enige reden waarom ik überhaupt een man zou DM'en. Ik zal je wat zeggen. Ik hoor mezelf praten. Ik hoor mezelf praten en nu begrijp ik waarom jij zei wat je zei toen ik je uitnodigde. Weet je nog wat je zei? Ik weet heel goed wat ik zei. Wat zei jij? Ik zei, hey Remy, kom je lekker aanschuiven bij Gilly's Loveline? En jij zei? Ik ga het voor je herhalen. Nee, meteen. Oké, jij herhaal me. Ja, we gaan gelijk boom. Ja, is goed. Jij zegt, hey ja, lijkt me geinig. Maar je weet dat ik gay ben, toch? Ja. En ik dacht, oh nou, nog leuker. Bring your gay ass over hier. Maar ik vraag me dan af, waarom vond je het nodig om dat te zeggen zo? Jij vraagt mij voor dit. Ik ga kijken naar wat je maakt. Ik ga kijken naar de mensen die er zijn. En heel veel mensen weten dat niet van mij. Heel veel mensen gaan er gewoon puur vanuit. Zeker als het gaat over liefdesdingen, gaan ze er gewoon vanuit van, that's a straight guy. En ik vind het belangrijk om dat te benoemen. Wat vind je daarvan? Dat mensen dat denken bij jou? Wat ik daarvan vind? Ik heb zelf geleerd om mensen te vragen van, heb je een partner? Om het breder de vraag te stellen. Okay. Om niet iemand gelijk in een hokje te plaatsen. Mm-hmm. Maar gewoon de vraag breder te stellen. Dus als wat ik daarvan vind is dat mensen gewoon zouden de vraag breder zouden moeten stellen. Dus wat vind je ervan dat mensen ervan uit gaan dat jij straight bent? Dus jij geeft straight vibes. En wat je waarschijnlijk ook zal irriteren, zo'n opmerking. Want ik begrijp dus, en check, ik zal waarschijnlijk, ik kom van mijn good place, hè. Ik zal waarschijnlijk per ongeluk een paar dingen zeggen die ontwetend zijn of misschien zelf dom. Maar then I'm gonna take this chance to grow. Dus na dit gesprek ben ik waarschijnlijk gegroeid. In lente gaat dat niet meer lukken, dus laat me groeien als mens. Oh, is goed. Ja? Oké, ik ga je helpen. It's a beautiful thing. Nee, want, dus kijk, ik ga alvast één groeipunt laten zien. En dat komt voort uit een telefoongesprek die ik met jou had. Er zijn dus niet bepaalde karakteristieken voor een gay dude. Die loopt zo, die doet zo, die praat zo. Maar dat denken mensen. Dat dacht ik ook. Ja, dat dacht ik niet per se, maar daar ging ik dan ook een beetje vanuit, zeg maar. Ja. Ik vertrok vanuit dat. Heel veel mensen. Kijk, het grappige is, ik ben ambassadeur van de Pride, hè. En op een gegeven moment, vroeger heette het de Gay Pride. Meteen ook hilarisch, staat in zijn bio en nog steeds. Serieus? Had ik link nog niet gelegd. Nee, maar zo erg kom jij niet gay over op onwetende mensen als mij. Nou, ik zal je zeggen, op een gegeven moment hing ik door de hele stad met campagne, dit en dat. En mensen schreven me aan en zeiden van, oh, zo dope dat een hetero guy gewoon de Pride gewoon ondersteunt. Het ligt dus niet alleen aan mij. Het ligt niet alleen gelukkig aan jou. Dus daarom ik zeg het wel in advance, because it's who I am, weet je. En het is echt gewoon een deel waar ik heel hard voor heb gevochten om te accepteren. Ja. Maar nu gewoon, dat is een deel van mijn identiteit. Dus dat heel hard voor heb gevochten om te accepteren jijzelf? Ja, zeker. Ah, ja, tuurlijk. Zeker. Ik bedoel, als je kijkt naar cultuur, Curaçao, waar ik vandaan kom, weet je wel. Doe niet als een Mariko, weet je wel. Dat soort dingen. En het was een soort, kijk, Het werd getolereerd zolang het gewoon de buurjongen was of iemand anders en iemand kon erover praten. Maar in je eigen kinderen, dat is iets anders. Mm. Dus ik heb daar heel lang mee geworsteld. Hey, maar wacht even, jij zegt doe niet als een Mariko werd gezegd. Dus een boeler bij ons, zeggen we, en beide moet niet gezegd worden, by the way. Maar, dus ik zeg die vibes kreeg ik niet, maar vroeger had je dus wel wat mensen zagen als. Nee, maar het was een ding, denk ik, van ouders. Dat ze gewoon vooral niet wilden dat hun kind. Snap je? Dus wat je ook. En trouwens, ik weet het niet, misschien had ik dat wel. I don't know. Ik heb echt geen idee. Ja. Weet je? Maar het is wel wat je dan te horen krijgt. En dat is niet. Ik was een heel eigenwijs kind. Ik heb een broer. Mm-hmm. En die zegt altijd tegen me: ik leef altijd bij een regel die jij had toen ik mijn vier was. En
ouders zijn altijd heel erg van, doe dit niet, want dan komt het in je oog. Doe dat niet, want straks ga je vallen. Ja. En mijn broer zei, mijn antwoord aan mijn moeder was, maar wacht even, maar waarom moet dat ding in mijn oog komen? Waarom kan het niet goed gaan? Maar, dus ik ben begon aan gewoon vragen te stellen. En mijn broer die zegt tegen mij, ik leef nog steeds bij die regel, waarom moet iets misgaan? Het kan ook goed gaan. En by the way, ik weet, bij jullie zal het ook wel zijn, maar bij Surinamers eigenlijk vroeger was weerwoord of vragen stellen was niet iets wat je doet, hè? Ik deed het wel. Maar je deed het gelijk ook. Maar was dat ook bij jullie eigenlijk? Is dat ook bij jullie in de cultuur eigenlijk dat je niet vragen stelt of weerwoord? Geen vragen stellen, nee, geen weerwoord. Ja. 7 kinderen. Maar jij was al zo. De jongste, jazeker. Jazeker. Dat ook, ik ben ook opgegroeid met slaan van kinderen, weet je wel. En dat ik op een gegeven moment tegen mijn moeder zei, je moet me niet slaan, ik ben niet van jou, ik ben van mezelf. Dit gesprek is zo lekker dat ik gewoon ga twijfelen of het geluid wel wordt opgenomen. Oh jee, oké. Okay. Zo fijn vind ik dit. Ga kijken. Heb ik je bedril, geluid is aan. Ook een geluid is aan. 4-jarige bedweterige Curaçaoenaar. Nee, gewoon iemand die voor zichzelf opkwam. En het is eigenlijk nooit, nooit veranderd. En to get back to the gay part, dat heeft me een tijdje genekt. Dat heeft me wel een tijdje gewoon dat ik niet mezelf kon zijn. Dat ik bang was dat mensen gewoon het zouden weten en dat soort dingen. Maar eenmaal als je daar overheen bent, life is good. Hey, maar je bent er overheen, of course. Maar dan toch, zoveel jaar later, volwassen kerel. Dan toch nog. Maar nu voel ik me eigenlijk beledigd. En ik ga je zeggen waarom. En dan toch nog tegen mij zeggen, maar je weet wel dat ik gay ben. Want dan vraag ik me af. Want jij hebt dan ook vooroordelen. Want jij ziet dan, jij kijkt naar mijn shit. En je zegt, je kijkt naar mij. Wat zie je dan? Denk je dat dat zo'n macho doet? Misschien moet ik even melden dat ik gay ben. Jazeker. Ja? Jazeker, ja. Oké, okay, dat zie je. Ik ben gewoon heel real wat dat soort dingen betreft. Dan denk ik, je moet het wel weten. Je moet wel weten wat voor gesprek het wordt. Ik wil niet dat achterhouden dat ik hier kom en dat je me gewoon vragen gaat stellen over chicks en dat soort dingen. Dat ik denk, ja, nee. Dan moet je gewoon... Dat de verrassing daarop... Hè? Nee? Ja. Nee. Snap je? Laat mij één ding duidelijk zeggen, ja. Behalve de liefde beter te proberen te doorgronden hier. Ja. Is dat een tweede missie die je de ronde ligt, maar ook op de eerste plek. En dat is, ik wil onze gemeenschap en onze culture representen hier. Dat is wat ik hier ook doe. En alle aspecten, alle perspectieven over de liefde en alles wat daarbij komt krijgen, wil ik hier op tafel. Daarmee wil ik zeggen, ik ben juist dankbaar dat je bent wie je bent. En dat ik het toch gezegd heb. En dat je het gezegd hebt. Want mijn creatieve spinsen zijn gelijk van, hey, wacht even, ik heb nog geen gay dude aan tafel gehad. En toen zei je, ik ben nog nooit een gay dude genoemd. Dus ook daarin moet ik groeien. Weet je waarom? Kijk, het ding is, ik weet nog, op een gegeven moment, ik deed een interview voor de Volkskrant. Ja. En toen begon ze over mijn homoseksualiteit. En ik wilde daar niet over praten. En toen zei ik tegen haar, wie was de persoon die je voor mij had geïnterviewd? Het was een man toevallig. Ja. Ik zei, heb je hem gevraagd over zijn heteroseksualiteit? Ja, ja, ja. Hield ze stil. Ik zei, oké, volgende vraag. Ja, ja, ja. Snap je? Ja. Nee, maar dat is true that. Dus het moment waarop je, ik weet niet wie voor mij is geweest, maar die persoon heb je niet bestempeld als zijnde hetero. Dan heb je gewoon een gesprek mee gehad, snap je? Yeah. Dus als je mij bestempelt als gay, dan, snap je, dan word ik in een apart hokje gedouwd, terwijl het voor mij, it's all mainstream. Maar check die groei. Check die groei dan. check die groei. Nee, want ik ben niet trots op, hè? Ik ben niet trots op. Blijf. Remy Sambo. Jij valt op mannen, hè? Ja of nee, eerlijk? Is dat hem? Ik ben trots hier, hè? Je zit aan mijn hoofd. Is dat hem? Dat is hem, toch? Die is correct, hè? Oké, nee, want soms word ik geschreeuwd door vriendinnetjes van me. Zeggen, zo zeg je dat niet. Ik gebruik dan niet beledigende woorden. Maar ik dacht, gay dude was oké. Totdat jij tegen mij zei, ik ben nog nooit... Niet boos zei je dat, maar gewoon lachend. Ik ben nog nooit een gay dude genoemd. Nee. I'm telling you, I'm trying. But we're gonna get there. We're gonna get there. En inderdaad, dit is niet van ho, maar wel. Ik zeg eerlijk, ik zei het al, ik ben blij dat ik dan perspectief... Want het gaat om ons gemeenschap. Je part of de gemeenschap. En ik wil ons allemaal hier aan tafel hebben. Zeker. En wat is de gemeenschap en our culture? Want waarom ons gemeenschap en ons culture die ik hier wil hebben? Ik wil ook dat je ons hoort praten hoe wij naar liefde kijken. En alles wat daarbij komt kijken. En iedereen is welkom, hè? Als je love hebt voor onze culture. Love hebt voor onze gemeenschap. Hey, dan heb ik ook love voor jou. Dus niemand is uitgesloten. Leuk dat je kijkt.
En leuk dat je er bent. Remy Sambo, ja, welkom in Gilly's Love Line. Man. Ja, man, tof. It's a beautiful thing. Hey, check. Ik ken jou niet. Ik weet dan dat je acteur bent en theatermaker. Ik ben meer dan dat. Nou, vertel. Ik ben begonnen als acteur. Ja. Ik ben inmiddels ook regisseur en ik heb een eigen gezelschap. Dus ik ben ook producent. En mijn gezelschap heet Remy Sambo Maakt. En daarmee maak ik niet alleen theatervoorstellingen. Ja. Ik maak ook podcasts. Ik maak ook korte filmen. We hebben drie jaar geleden nu zelfs een lange film gemaakt. Dus ik doe alles. Eigenlijk een beetje toen ik je sprak, wat ik heel tof vond, was dat je zei van, ik wil gewoon iets opzetten. Dit is waar ik in geloof. Dus ik ga het gewoon doen. Mm-hmm. En zo denkt Remy ook. Snap je? Als ik heb een platform. Ik ga het toch benoemen, want ik vind het belangrijk om te benoemen. We zijn de enige black and queer company in heel Nederland. Die die gesubsidieerd is. Yeah. De enige. Yeah. Dus mijn missie is gewoon om het te hebben over color. Te hebben over queerness. Maar dan in verschillende aspecten, in verschillende vormen. En soms is het theater, soms is het een podcast, soms is het een korte film. Jij maakt gebruik van die tools om jouw missie. Ja, weet je wat ik doe? Ja, zeker. Ja. Dus ik ben niet... het is heel grappig, heel veel mensen kennen me als acteur. Maar achter de schermen doe ik heel veel. Ik run een gezelschap. Dus je bent meer dan dat ik zei. Nou, sorry hoor. Ja, nee. Jij gaat heel veel leren vandaag. Nee, nee. I love it. Daarom heb ik je uitgenodigd. Nee, dope. Dus je doet ook podcast. Dus concurrentie ook hier aan tafel. Nee, want wat ik tof vind hieraan is dat jij gewoon heel specifiek een platform geeft aan... aan onze cultuur of mensen die begaan zijn met onze cultuur, zeg maar. En ik ben daarin vrij breed, zeg maar. Ik bedoel, volgend jaar gaan we een podcast maken over dat 40 jaar geleden de eerste AIDS-dode was in Nederland. Dat is totaal iets anders. Ja. We hebben nu een tweeluik dat gaat over racisme binnen de politie. Hoe heet die podcast? Heeft het naam allemaal verschillende namen? Remy Sambo maakt podcast. Alles onder, ja. Okay. Ja, zeker. Ja, Remy Sambo maakt alles. Oké, dope. Ja, want dat is ook wat we hier doen, representen, wat we allemaal doen. Maar dat komt er ook tussendoor. Dat je ziet van, er is een hele hoop creatieve mensen, leuke mensen, mensen die hier gewoon open. En ik vraag er niet om. Jij zei, je deed de interview en die vrouw kwam met een of andere gay vraag. En dat jij zei, het was de vorige. Maar dit is gewoon zo gelopen. En we hebben het over. En it's all to the good. And I love it. Ik ben dankbaar ervoor, by the way. Het is heel, heel grappig. Ik was vanochtend in de sportschool. En, ik zie het. ik leef daar, man. Dus begon mijn tweede huis. Ja, man. En toen zei een dame die ik al heel lang ken, die ik al heel vaak spreek. Vroeger bleken we naar dezelfde feestjes te gaan, alles. En toen zei ze, oh ja, het gaat lekker, hè. Die dames zitten dat die naar je kijken. Ik zei, nou, ik hoop dat ook kerels naar me kijken, zei ik zo. En toen keek ze me aan en toen zei ze... Dat wist ik helemaal niet. Het is echt op de een of andere manier. Dus daarom meld ik maar is dat niet stiekem een beetje... Leuk dan. Dat je dus, hè, dat je niet 1, 2, 3, dat mensen... Of irriteert het je of vind je er gewoon niets van? Ik vind er niet zoveel van. Oké. Ja, als ik er iets van vind, is dat mensen gewoon breder de wereld in moeten kijken. Oké. Maar ik ben echt... Kijk, vroeger was ik de hele tijd bezig om uit de kast te komen, zeg maar, dagelijks. Dan kom je... Eigenlijk is dat het. Eigenlijk ben ik nog steeds bezig elke dag uit de kast te komen. Toch? Al wil je niet, moet het voor anderen. Maar weet je wat, ik ga jou helpen. Ik ga op dit moment uit de kast komen. Zoals met die dame. Ja. Hoewel ik niet geloof in kasten, want ik bedoel, heteroseksuele mensen hebben helemaal geen kasten. Dus ik bedoel, ik kom nergens uit, zeg ik altijd. Maar gewoon... beeldspraak. Dat ik eigenlijk... Het is on a daily basis... dat ik gewoon mensen moet uitleggen... dat ik gewoon op mannen val. Dus echt on a daily basis. Ja. En ik zeg het in interviews. Mijn company is black and queer. En dan nog... Het is I don't know, man. Het kleeft niet aan me. Ik begrijp wel wat je zegt, ja. Ik begrijp ondanks ontwetende, domme, heteroseksuele man. Je bent niet dom. Ontwetende man. Ik kan me heel goed begrijpen wat je daar zegt. Je zou, maar dat is ook... Ja, het is... Nee. Ik mag die dingen niet vergelijken. Het mag van mij niet vergelijken. Oh. Ik wil het vergelijken, die onwetendheid die sommige mensen hebben, blinde vlek voor black issues. En oh. Maar die twee dingen... Ik vanuit mijn kant, ik wil die dingen niet vergelijken. Mm.
zijn twee issues die beide evenveel aandacht verdienen. Maar ik wil er niet op één lijn zetten. Maar hoewel er wel raakvlakken zijn, hè? Genoeg. Discriminatie is discriminatie. Ja. En ik weet nog, op een gegeven moment, ik zat bij een voorstelling. En dat ging over racisme, of het ging over discriminatie, moet ik zeggen. Ja. En jonge mensen die vertelden dat ze nu nog steeds vandaag de dag gediscrimineerd worden. Mm-hmm. En ik vond het zo wrang, omdat ik dacht van... Damn, dat gebeurde mij toen ik op de toneelschool zat, weet je wel. Dus ik herkende heel erg die verhalen. En wat gebeurde er in de voorstelling? Ineens begint die ander uit te schelden voor boeler, Mariko dit, dat. Oké, toen dacht ik, jullie snappen het niet. Oh ja. Jullie snappen het niet. Kijk, jullie discrimineren zelf ook, is wat je hun dan ging. Ja, maar de grap is, als je een voorstelling maakt over discriminatie, dan moet je discriminatie snappen in al zijn facetten. En ik had een march gezien in Amerika. En er liep iemand met zo'n bord. En daarop stond, en dat vond ik echt zo treffend, you cannot be pro-black and anti-gay. Ja. En dat is echt dat ik dacht van, als die jongens dat hadden geweten, hadden ze echt een betere voorstelling gemaakt. You cannot be pro-black and anti-gay, because het is in die zin, net zoals een donker iemand wordt gediscrimineerd, wordt een gay persoon ook gediscrimineerd. Dit is absoluut waar, hè, wat je hier zegt, maar ik wil erop reageren, ja. Hoe ik daarna keek. Keek of kijk? Ik heb het over dit soort voorbeelden die je hebt. En nog kijk, by the way. Kijk. Hoe ik ernaar kijk, is het inderdaad, ja. Want ik heb me er behoorlijk aan... Je hoorde net al dat ik zei, ik wil die issues niet vergelijken. Ik vond het best wel lastig dat tijdens die Black Lives Matter demonstratie... die dus op zijn climax was door de dood van George Floyd... dat mensen daar hun kans grepen van... en we gaan nu ook de trans representen. En we gaan nu ook... Dat stoorde me een beetje. Je hebt alle recht van spreken natuurlijk. Maar ik zeg je eerlijk, dat stoorde mij. Waarom? Omdat we're talking about this right now. En je hebt, het is waar, die issues zijn waar wat ik zeg. Maar je maakt het weer blurry. Je geeft de enemy weer ruimte om in die ruis weer hun moves te maken. Begrijp je? Ik ga je iets zo meteen vertellen. Nee, graag. Daarom zeg ik gewoon straight op hoe ik erover denk. Dat we erover kunnen hebben. Weet je, ik vind dat van... Yo, we zijn nu met z'n allen achter dit hier. En halen we dat erbij. En dan is het weer verzwakt, die vuist. Dat is hoe ik het zag. De vuist is versterkt. Want kijk... het hele Black Lives Matter movement was ook georganiseerd... door onder andere Naomi Pieter, Antilliaanse lady... die echt gewoon een enorme goede stem is... voor black and queer people in Nederland. En, en ook trans mensen. En het toffe was, als je bij zo'n bijeenkomst was... we were all together. Snap je? We waren daar voor Black Lives Matter. Dat is dope. En het leven van een trans persoon... is eigenlijk net zo kwetsbaar als een... zwarte persoon. I believe you. Het leven van een gay persoon is net zo kwetsbaar als een zwart persoon. 100. Het is Black Lives Matter, maar onder, dat is de paraplu. Maar daaronder, wat ik super tof vond, want ik was in de Bijlmer, was ik erbij, was dat al die... kijk, heel vaak wordt gedacht dat zwarte mensen gewoon ook anti-trans zijn, anti-gay en dat soort dingen. Alles was bij elkaar, juist voor... The Black Lives Matter. Showing that all our lives matter. Ook witte mensen. Ja. Ik reageerde specifiek op het voorbeeld wat jij gaf. Dat iemand daar kwam. Hey. Maar als je dit, dan discrimineer je ook. Dus het is, laten we zeggen, dat het al is het terecht. Het is dus toch een soort van aanval. Terwijl we bezig zijn aan het aanvallen. Ja. Tegen onze aanvallers. Wat ik net zei. You cannot be pro-black and anti-gay, bedoel je? Dat bord. Ja, dat iemand daar stond. Met zo'n bord. In Amerika. Ja, maar het is, die persoon heeft gelijk. Het is zo. Maar I'm telling you. Er zijn choose your moments. Nee. Dit is, vond ik. Nee, als je Ik vond dat het afzwakt, de missie. Want de enemy kan er achterover zitten. Zo, oh, die houden zichzelf wel bezig, joh. Nee. Begrijp je? Nee, dat is wat ik denk. Want de vuist die er toen maar hoe jij het omschreef net over Amsterdam. Hé, we waren bij elkaar. En dat is wat anders. Het was echt gewoon binnen de zwarte lijn, zeg maar.
Ja. Van de Black Lives Matter. Daarbinnen waren gewoon alle kleuren aanwezig. Die de vuist alleen maar vulde en groter maken en sterker maakte. Okay. Dus I was really proud that it happened. En ik ben van mening dat we het eigenlijk elk jaar gewoon zouden moeten doen. Ja, precies. Ik wil niet. I want to end this on a positive note, want ik wil niet. Het is positief. Nee, ik wil niet de pessimist zijn. Nee, absoluut. Nee, wat ik probeer te zeggen is. Want ik ga iets zeggen, namelijk. Oh jee. Ik hoop dat die mensen die daar waren niet laten bij een Instagram-postfoto. Ik was er ook en verder is doen ze niets meer in hun leven. Niet die pro-blackness nog vertegenwoordigt. Behalve dat moment op de Dam daar ergens. Nee, ik denk dat. Dat is iets waar ik me behoorlijk aan heb geïrriteerd. Dat ik mensen die nooit, ik noem het black in public waren. Mm-hmm. Ik ken mensen, ik zie mensen die, oh je durft nu, oh je bent black in public. Nou, welkom. Maar ik weet, het was een hype ding en dat heeft me echt geïrriteerd. Ik weet niet of het een hype ding was. Voor sommigen. Ik weet het niet. Ik denk dat het sommige mensen juist een stem heeft gegeven om te zien. Ja, ik ga gewoon daarmee. Jump on this bandwagon, want ik wil er iets positiefs van maken. Nee. Want mijn irritatie en negativiteit komt naar boven, zie nee, ik. Nee, het is een mening. Het is niet, nee, hoeft, moet je niet zien. Maar, je gotta give. Want tegelijkertijd herinner ik dat ik tegen mezelf heb gezegd, want ik heb dit altijd al gehad. Ook toen die Zwarte Pieter discussie opeens in de media kwam. Toen dacht ik van, joh, word je wakker? Ja, en sommige mensen hebben het nodig om wakker te worden. Ja, en precies. En dat heb ik dus geleerd. Van whatever it is, hoe laat het volgens jou ook is, verwelkom ze. Welkom. Ja. Dus ja, daar was ik ook. Ik was dat even vergeten. Ja, en daarom zeg ik, zeker de nieuwe generatie, wat ik gewoon vooral heb gemerkt, is ze laten het niet los. Ja. En dat vind ik bijvoorbeeld bij de komst van Omroep Zwart. Als je kijkt naar de achterban van Omroep Zwart. Yeah. Ik was natuurlijk ook bij de promotie en dat soort dingen. Okay. Het toffe is dat allerlei soorten mensen daar aanwezig waren om een kleurrijk iets genaamd zwart te ondersteunen. Okay. We need them all. We need them all om gewoon. Onze vuist moet groter. Snap je? Dus daarin vind ik het niet dat het de strijd vervaagt, het versterkt juist de strijd. Okay. En het maakt sommige mensen bewust die alleen maar denken van pro-black, 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 dan vergeten ze de rest. We're all one. Being trans, being non-binary, being gay. Uiteindelijk worden we allemaal gediscrimineerd. Snap je? Dus je zit allemaal in dezelfde pot. Dus it's better to join forces instead of... Ik zie aan jou en ik geloof je ook dat jij daar tijdens die momenten daar op de Dam, dat je de liefde voelde en dat je het inspirerend vond. I believe you. Ja, een ding. Halle. Dit is, we zijn hier bruut eerlijk. Niet alleen over de liefde, over alles. Want één ding hebben we gemeen, heb ik al gemerkt. The love for the black cause. Zeker. Weet je? Dus, ik heb in mijn gezelschap, voordat ik dat ga vertellen, wat ik zo meteen ga vertellen. Ik heb in mijn gezelschap bijvoorbeeld de eerste 15 jaar alleen maar zwarte acteurs aangenomen. Mm-hmm. En ik weet nog dat de witte gezelschappen zeiden tegen me, ja, maar waarom neem je alleen maar zwarte acteurs? Ik zeg, maar waarom neem je alleen maar witte acteurs? Ja, precies. Dat je nog de tijd neemt om het uit te leggen. Ik legde het niet uit. Okay. Maar wat mijn filosofie was, ik nam kleur om kleur te overstijgen. Het moment waarop je een goed verhaal ziet verteld worden door alleen maar zwarte acteurs en het verhaal is goed verteld, het verhaal is universeel, dan vergeet je kleur. Dus dat heb ik echt jarenlang gedaan. En ik heb jarenlang gewoon gezeten in commissies om kleur, eigenlijk nu wat er gebeurt in de media, I pride myself on it, want ik ben een van de mensen die echt jarenlang erachteraan heeft gezeten dat mensen nu gewoon, we hebben nu een eerste zwarte acteur die de Louis d'Or een toneelprijs heeft gewonnen. We hebben nu een eerste zwarte acteur die een Gouden Kalf heeft gewonnen. Mm-hmm. Al deze jaren, als mensen zeggen van, oh, ik zie je niet op televisie. Nee, I was fighting my ass. Precies. Achter de schermen. Ja. En ik ga met, dat is het leuke van ouder worden, ik ga met gestrekte been ga ik erin. Maar goed, dat is even een zijstapje. Dat gaat over de liefde voor onze mensen. Nee, voor onze culture. Precies. No, I love it. En ik kom terug, wat net over hadden is, heb jij The Closer gezien van Dave Chappelle? Absoluut. I love it. En maar even dan. Als jou iemand die onderdeel is van de
queer gemeenschap. Queer gemeenschap. Ik wil de hele hoop letters tevoorschijn halen. Nee. Kijk, de queer gemeenschap. Ik kan heel erg... op een gegeven moment zei Dave Chappelle... in een show hiervoor had hij het over de alphabet people. Ja. En ik moest daar heel erg om lachen. Dus jij, jij kan het wel waarderen? Ik vond het briljant. De Closer was briljant. En er zullen die mensen zijn uit de queer community... die denken me zeggen van, hoe kan je dat zeggen? Dan ga ik zo meteen uitleggen. Het is briljant. Ja, ja. Maar de grap is, binnen de community... binnen de queer community... Ja. struggelen we zelf met LGBT. Dan wordt het zelf mee gestruggeld. Het is echt te lang. Dus iemand komt en zegt... in plaats van al die woorden... ja. zeg alphabet people. Ja. En wat hij dan in de Closer doet... is, zegt hij, oké. Noemt hij al die letters op en zegt... ja, ik heb het niet goed gezegd. Hè. Ja. Maar binnen de community zelf... ja. vinden we... dat het best ingewikkeld is om al die letters... Wel. Ik wou net zeggen, want... Dus ik vond de alphabet people vond ik heel grappig. Ja, ik vind inderdaad die... geef me toch even de ruimte. De LGBTQ. IQ plus. Oké, I tried. Maar in ieder geval, dus de marketing is niet echt dat je zegt van een next level. Want, hè? Maar de queer jij zegt... De queer... Daarom zeg queer community. De queer gemeenschap. Ja, de queer gemeenschap. Okay. Omdat alles valt daaronder. Queer is gewoon anders. Queer is gewoon de uitzondering. Snap je? En even straight people can be queer. Die gewoon... tuurlijk. Wat maakt mij queer? Wat is queer eigenlijk? Queer is anders. Anders, uitzondering. Okay. Living your life the way... volgens de standards. Okay. Dat is queer, eigenlijk. Dan ben ik queer. Nou, kijk... Ik ben lid van de LBD... Ja, dus al die tijd ben ik lid. Nee, I love it. Kijk, maar je hebt bijvoorbeeld straight people... Yeah. who like to dress up like women. Die gewoon ook nog straight zijn. Dat heb je, en dat valt ook onder queer. Snap je? Dus alles wat gewoon niet, ik wil niet zeggen afzonderd, maar een uitzondering is op de norm, op de zogenaamde norm. Wij geloven niet in een norm, wij creëren onze eigen realiteit. Dus het is iets anders dan... Dat het geëikte. Dus als ik een meid echt leuk vind, hè, dan ga ik aan de oksels ruiken. Ben ik dan queer? Of ben ik dan weird? Ik ben van de weird community. Ik ben gewoon een geile dude. Die gewoon denkt van die oksels zijn heerlijk. I'm joking heerlijk. Around. Nee. Maar het is gewoon mensen die niet leven. Hey, maar even eerlijk. Tussen jullie, daar inderdaad, is ook niet alles koeken-ei altijd. Nee. Jij vindt ook iets van, ik weet niet, de lesbiennes of de queer of de trash. Jij hebt ook iets van... Nee. En dan niet negatief, maar gewoon gezonde vooroordelen. Ik vind niet iets. Wat er wel bestaat is bijvoorbeeld, wat ik soms niet begrijp, is dat er bestaat hele rechtse, bijvoorbeeld gay people. Boom. En ik liet het net gaan, omdat ik wilde het... Eigenlijk afronden, sorry. We hebben nog genoeg. Nee, weet je waarom? Want jij zei, iemand staat daar dan met een bord van... anti-gay is ook racistisch, maar hier in Nederland... Zeker. Zijn heel veel racistische... die gasten stemmen op, niet per se partijen die voor ons staan. Hè? Oh, zeker. Dat bestaat ook. Maar ik geloof... Echt dat every voice needs to be heard. Okay. En wat ik bijvoorbeeld vind aan de verrechtsing van Nederland... Mm-hmm. Wat ik daar interessant aan vind, is iets... Ik vertelde je dat ik toen ik 20 was, had ik een rapgroep. En ik was van de Public Enemy en zo. En off-air vertelde je inderdaad. Je had een rapgroep. Je houdt van Public Enemy. Ja, nog steeds. En onze raps waren... Je loopt ook bij als Chuck D, by the way, op dit moment. Dank je. Ik ben blij dat je dat zegt. Niet als Flavor Flav, because I love him, but he's an ugly motherfucker. Nee. Maar goed, maakt niet uit. toen al... waren we gewoon een soort van tegen het systeem. En de dingen die ik 30 jaar geleden waar ik over rapte... Mm-hmm. zijn nog steeds aan de hand in het land. En wat ik interessant vind aan de verrechtsing is... dat het nu eindelijk naar boven komt. Weet je, als je een tijdje geleden, 30 jaar geleden erover had... was je gewoon een angry black kid.
Ja. En nu 30 jaar later, het komt allemaal naar boven. Ja. En het is echt... hateful raises its ugly head. Nu kunnen mensen hier niet meer zeggen van... wij zijn tolerant, dit en dat. Nee, en toch krijgen ze het uit hun bek, hoor. Toch vinden ze een manier om over te brengen van... nee, we zijn toch wel degelijk... als je het vergelijkt met... laat me één ding zeggen, hè. Je zit tegenover een dude... yes, I'm all about love, true that. Maar het laatste wat ik doe... is validatie zoeken bij Witmangs. Dat ben ik, hè? Want ik ben misschien inderdaad echt queer. Want ik ben heel anders dan de norm. Breaking news. Ik ben queer. Want ik ben anders dan de norm, hè? Maar dat is ook... Ik heb een andere achtergrond en... I care. I do care. But I also don't give a fuck. Waarom ik dit zeg... Kijk, jij zit in theater en al dat soort dingen. Dus ik heb wel begrip, weet je. Je hebt mij en je hebt andere mensen. Yeah. Mensen, de situaties zijn anders. Dus jij zal om je heen meer dingen zien dan mij. Want ik heb niet mensen om me heen. Maar ik ben niet anders dan jij, hè? Misschien... Oké, ik luister. Daarom heb ik jarenlang gevochten voor gelijke rechten voor black people. Binnen de kunsten en de media. Oh. Ik zwicht niet voor... En bedankt daarvoor, want dat is nog moeilijker natuurlijk. Als je in een omgeving bent waar jij al zo bent. Je bent al zo vertegenwoordigd. Ja. En dan toon je toch lef. Zo vertegenwoordigd, maar hij viel... Want heel veel mensen houden hun mond, hè? Ik. Oké, okay, ja, mooi. Weet het. Ik was in een taxi. 3 dagen geleden kwam ik van Curaçao. En ik had een gesprek met de taxichauffeur. En het ging over... glad ijs waar ik me niet op begeef. Maar ik ga het toch een beetje doen. Bepaalde mensen die gewoon oppositie zijn. En hij was zelf een Marokkaanse taxidriver. En hij sprak zich uit over bepaalde mensen waar ik geen namen van ga noemen. Over waarom ze zich niet... uitspreken over onrecht. Ik heb me altijd uitgesproken over onrecht. Mij ging het nooit om dat mensen mij aardiger zouden vinden... of dat ik gewoon meer kansen zou krijgen. Want je krijgt trouwens minder kansen door. Waar ik het over heb. Omdat je gewoon een grote bek hebt. Juist. En dat willen mensen liever niet. Juist. Dus dat heb ik allemaal ondervonden. Dat is waar ik het over heb. Ja. Maar het is wie ik ben. Ja. Het is wie ik ben. En ik wil erbij zeggen... en ik neem die mensen niet eens heel erg kwalijk... die hun zelf niet daar kunnen brengen om hun mond open te trekken. Want dat is dan... zijn keuzes, hè? Zijn keuzes. Tuurlijk. En ik wil mensen niet veroordelen, want... Ik ook niet. Je kan inderdaad... dat is ook waarom... omdat ik bij iemand... ik zeg wat ik zeg. Dat is ook waarom heel veel kansen langs me zijn gegaan. Maar I take it. Ja. It's cool. Ja. Uiteindelijk moet je zelf in de spiegel aan kunnen kijken en zeggen... Yeah! Ja. Dat is het idee. Dat, precies, precies dat. En daarom heb ik Remy Sambo gemaakt. Omdat niemand gaat mij zeggen wat ik moet maken. Ja. Niemand gaat voor mij bepalen wat ik moet maken. Ik bepaal. De wereld wordt verteld vanuit mijn gezelschap, onze ogen. En wij zijn gewoon niet, wij passen gewoon niet in de norm, heerlijk. Juist, we zijn queer. Punt. Dat is de conclusie. En ik ben trots erop, hè? Ik wist dat niet. Nieuw! Oké. Okay. Is een bureau voor thee. Is een jongen, echt. Dus check. Ik leer je kennen, hè? Dus je bent om mijn kantjes. Bewust van hele hoop dingen. Kijk, hier, we hebben zo'n deep-ass gesprek even gehad. Maar het komt voort uit de lobby voor onze community. Zeker. En tegen onrecht is het verhaal. Zeker, zeker. Maar ik wil je beter leren kennen. Oh jee. Ja, je hebt een paar vragen bedacht. Nee, ik ben original. Ik heb een paar zinnen en jij gaat ze afmaken. Ik ben original en lui. Jij gaat ze afmaken. Oh jee. En zo hoop ik een beter beeld te krijgen over wie Remy Sambo is. En laten we die thema houden net als we het net hebben gehouden. Real. We keep it real. Ja. Bij mij is het wat je... Zo spannend is het niet, hoor. Maar ik denk jou zo een beter beeld van jou te kunnen krijgen. En het mooie is... Ik ga je alvast zeggen. Even off-air. Dit is hoe ik ze lokken, die meiden. Met dit soort trucjes.
Weet je, die meiden die ik hoop seksueel te bevredigen. Wat mooie is, seksuele bevrediging is vandaag hier niet op tafel. Maar luister, als het dan, goed is. Maar luister, ja. Het is, jij hoopt seksueel te bevredigen. Maar ja. Seksuele bevrediging is ook, it's both ways, toch? Ik bedoel. Of ze daadwerkelijk seksueel bevredigd is, I don't wanna know. In mijn imagination is ze bevredigd. Whatever. Oké. Okay. I got mine. You get yours. Okay. Nee, ik ben gewoon iets een grap. Stand-up comedy. Oké, Mimang, ik zeg een zin en jij maakt hem af, ja? Oké. In de fase van mijn leven waarin ik nu ben, heb ik vooral behoefte aan... liefde. Welkom bij Gilly's Love Line. Ja, het is een heel kort antwoord, maar... Het zegt veel. Ja. Dat is waarom ik de vraag altijd zo stel. Ja. En ook eerlijk, bam. Ja, Omdat, hunker jij naar iets? Ik hunker er niet naar, maar... Kijk, ik ben eigenlijk... ik ben al de hele tijd alleen. Hè? Ik ben alleenstaande vader. Ik doe zoveel. En het is... Er is toch nu, en ik had het vroeger nooit, moet ik je heel eerlijk zeggen. Toen was het een soort van... Ik denk dat het met de komst van mijn zoon is of zo. Dat ik kijk, daarvoor was het altijd de Remy Show. Je deed het en je krijgt de goede recensies, je krijgt het applaus en je krijgt... Weet je, dus dat. Je bent verantwoordelijk over Remy. Ja. En met de komst van mijn zoontje, die is nu 3, die wordt over 2 maanden 4... ben ik een soort van gevoeliger geworden of zo... En dan wil je de dingen die je meemaakt, wil je delen. Wil ik ineens delen met iemand. Ja. En voorheen had ik dat niet. Dus ik denk echt dat zijn komst echt een soort... Kijk, en ik vind het fantastisch, want ik deel ook echt... dat is de puurste vorm van liefde die je kan delen. Mm-hmm. Dat is met een kind. Gewoon dat je denkt van, damn, ik wist niet dat ik... Mijn moeder hou ik heel veel van. En toen kwam mijn zoontje en dacht ik, damn, ik kan gewoon ook echt dezelfde liefde van mijn moeder... Bijzonder, hè? Je kent hem pas 3 jaar. Ja. Maar hij is gelijk op dezelfde level als je moeder, ja, die je heel je leven kent. Ja, man. Mm-hmm. Het was zo bijzonder. En tegelijkertijd maakt zijn komst ineens dat ik denk van... Oh ja, maar met wie deel ik al deze dingen? Mm-hmm. En ik heb dit eigenlijk nog nooit tegen iemand gezegd. En het is ook... Ik heb het ook nog nooit tegen iemand gezegd. Want het is eigenlijk iets wat gewoon de laatste tijd speelt. Dat ik dacht van, oké, blijkbaar... Kom ik nu in... Blijkbaar ben je een mens. Ja, dat wil ik eigenlijk zeggen. Ik praat voor je. Ja. Maar ja, ik kom blijkbaar nu in die fase. Oké. Ja. Want jij bent dan alleen met die jongen? Ja, ik heb hem donderdag, vrijdag, zaterdag. Ja. En ik heb co-ouderschap. Oké. Maar hier komt de ontwetende heteroseksuele man. Ja, kom maar. Je valt op mannen en je hebt een kind. Homoseksueel, kan je zeggen. Ja, toch wel. Ja. Is een vriendin die heeft me heel broeia gemaakt, hè? Dat niet zeg je. Homoseksuele man. Ja. Shit. Maar, en dan heb je een kind. Hoe is dat tot stand gekomen? Homoseksuele man, lesbische vrouw. Nu ga je ingewikkeld doen. Nu ga je ingewikkeld. Dus met een lesbische vrouw heb je een kind. Ja, we hebben het met elkaar gedaan. Nee, grapje. Oké. Nee, kijk hem. Hoopvol, nee. Ik zit zo, Gilly's Love Line. Gilly's Love Line. Go, Ravy. Go, Ravy. Nee, maar dat is niet het geval. Nee, je hebt wel een kind met een lesbische dame. Ja. Die ik al heel lang ken. En dat is gewoon via het ziekenhuis gegaan. Maar het zou je verbazen, Gilly. Het zou je verbazen. Op een gegeven moment kom je in dat traject terecht, weet je wel. Want jij had een kinderwens of zij had een kinderwens? Ik had heel lang geleden een kinderwens. Ja. Dat wist ze, omdat ze me al heel lang kent. En toen had zij een kinderwens. En toen maakte ik... Ik vroeg haar of ze... Kijk, ze is een schrijfster. En ik vroeg haar of ze iets voor mij wilde schrijven. En daarin... Ik kon ineens inhouden. En daarvoor kreeg je terug een kind. Nee, nu komt het. Van alle lammen dan. Ja, sorry. Nee, en in het verhaal zei ik, die vrouw die is ouder en die komt een donkere kerel tegen. En eigenlijk zijn we nu die voorstelling aan het spelen. Dit is echt like... Hoe heet die? Kaap Liefde.
Okay. Hij toert nu gewoon door het land. Het was 5 jaar geleden. Dus toen zei ik zo van... zij was gewoon blij met zijn gouden zaad. Want hij heeft haar op haar leeftijd nog 2 kinderen gegeven. Okay. En toen zei ze... Oh, tof. Wat een goed idee. Bla, 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 bla. Maar hoe zit het met jouw gouden zaad? Oh, zij zag heel goed. Ik dacht, begrijp ik nou wat je me wil? Dus eigenlijk is het zo, is het zo begonnen. Maar het zal je verbazen. Dus als je in het traject zit van het ziekenhuis, eicel, bij zaadcel. Ja. Hoeveel hetero-stellen ook zo kinderen krijgen. Ja, hoeveel hetero-stellen het eigenlijk niet lukt... Ja, dat is nu heel, vooral in Amerika. Is ook... Maar ook in Nederland. Ja, okay. Ook in Nederland. Dan kom je er eigenlijk achter dat heel veel mensen... Ja, we hebben een kind, dit en dat. Ja. Dan vertellen ze het niet. Maar heel vaak is het... Hoe je dat ook alweer? IVF. Proces, je dat? IVF. Ja, IVF. Ja, dat was hem. Ja. En sommige mensen doen het zelf bewust. Omdat ze zeggen, hey, even de zaadjes opzij zetten. Ik wil nog geen kinderen. Ook. Ja, toch? Dat heb je ook. Later. Dat heb je ook. Ja. En voor het geval dat ik dan te oud ben om kinderen te krijgen, of het wordt risicovol omdat ik op wat oudere leeftijd ben, dan kan je alsnog... Ja, maar er zijn ook echt gewoon jonge stellen waarbij het gewoon niet lukt. Hè? Okay. En die gewoon hulp krijgen van het ziekenhuis. Oké, en nu ben je dus een daddy. Ja, man. Ja. En je omschrijft net wat je voelt voor die jongen. Ja. Oké, leuk. Nou, leuk dat... dit is wat ik bedoel met andere perspectieven en andere verhalen. Ja. Tegelijkertijd... Ik had vandaag een vriend van mij aan de lijn. En wat een kind doet... Ik ben heel veel dingen gaan begrijpen... die volgens de norm niet kloppen. Bijvoorbeeld dat... ik heb nooit gesnapt dat mensen gewoon geen vader willen zijn. Dat ze gewoon een kind op de wereld brengen en gewoon zoef er vandoor gaan. Maar als je een kind krijgt, ik ben het gaan begrijpen. Kijk, voor de vrouw is het meteen liefde. Het komt uit haar. Maar voor de man, je moet een soort van bouwen aan een band. Weet je, en dat neemt best wel veel tijd en energie in beslag. En als je niet die investering doet, dan kan je gewoon heel makkelijk dat loslaten en zeggen van... Ik ben er niet voor, want ik ben gewoon, daarom ben ik gewoon vader die zijn verantwoordelijkheid neemt. Ja. Maar ik ben het wel gaan begrijpen. Nee, jij kan een beetje voorstelling. Ja, en ik ben bijvoorbeeld ook, kijk, als je een baby hebt, je hebt een huilbaby bijvoorbeeld, en dat hadden we gelukkig niet, maar er waren wel momenten dat dat kind gewoon huilt en dat je niet weet. Omdat het je liefde is, it drives you crazy. En dan ga je gewoon denken van, er zijn sommige mensen die dan niet geestelijk sterk zijn, dan krijg je het hele shaken baby syndrome. Ja, niet oké. Okay, nee, je nee, gaat nee, wel niet. Begrijpen... hoe dat in elkaar zit. Juist omdat het gewoon een deel is van jou. Ja. Je wordt crazy. Mm-hmm. Dus ik vind het heel bijzonder. Dit zijn dingen, daar praten mensen gewoon niet over. Nee, klopt. Want dat hoor je niet over te praten. Nee. Want je moet alleen maar een mooi dat beeld schetsen. Het moet kloppen. Ja. Ik ben heel eerlijk over mijn vaderschap daarin. Dat ik soms gewoon echt dacht van, wat heb ik gedaan? Hij sliep bijvoorbeeld gewoon... hij sliep niet. Wat je twijfelde over... Nee, maar dan moet je je voorstellen dat ik was alleen. Ik ben nog steeds alleen. En dat je dat 3 keer per nacht in het eerste jaar werd hij wakker. Ja. En dat je wordt wakker als een soort zombie. En dan moet je voor je kind zorgen. En het enige wat je kan denken is, wat heb ik gedaan? Mm. En dat is heel normaal. Dat is de hele grap. Heel veel mensen praten er niet over. Zeggen, oh, mijn kind. Het zijn ook heel veel... er is een soort babyjargon. Oh, mijn kind doet het zo goed. Iedereen zegt, mijn kind doet het zo goed. Of zijn kind, oh, mijn kind is heel tevreden. Tevreden, mijn kind doet het zo goed. Iedereen praat zo. En ik kon alleen maar denken van... maar waar blijft die roze bril dan? Ja. Snap je? Ja. En gaandeweg leer je... met dat soort dingen. En ik moet je eerlijk zeggen, ik ben gered door vrienden. Waar ik bij mij om de hoek. Ik kwam een keertje daar op een zondag met mijn kind. En blijkbaar zag ik eruit als een zombie. En zeiden, what the fuck is er met jou gebeurd? Ik zei, nou, hij slaapt niet. En ik voel me... Toen zeiden ze, weet je wat? Ga naar huis, ga slapen. Ja. Laat hem even hier. Ja. En zo op die manier heb ik gewoon het eerste jaar gered. Okay. En na het eerste jaar sliep hij en snap je, dan worden dingen beter. Maar als je niet slaapt,
je bent geen aardig mens. Je bent gewoon geen... Nee, klopt. You become a monster. Okay. En dat zijn allemaal dingen dat ik echt ben... door mijn liefde voor hem, door het hebben van een kind... En nu dan? Waar sta je nu dan? Na drie jaar, of bijna vier. Waar sta je nu dan? De grap is... Waar plaats je zelf nu? Je legt uit waar je bent geweest in het begin. En nu? Nog steeds af en toe dat je zegt van... Nee. Ja, tuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar ik vind ook dat mensen dat moeten toch. Als dat inhouden zorgt ervoor dat je gewoon gekke dingen gaat doen. Je moet dat uiten. Ja. Maar ik ben met mijn zoontje, ik ben heel straight met hem. Ja, straight. Ik hou me in. Ik wist het. Ik kom voort uit een cultuur waarbij kinderen werden geslagen en dat soort dingen. En ik geloof daar niet in. Weet je wat ik al net al zei? Ik zei tegen mijn moeder, die moet me niet slaan, ik ben van mezelf. Maar ik ben gewoon tegen hem. Ik zeg, als ik bepaalde dingen niet wil, dan wil ik gewoon bepaalde dingen niet. Ja. En Nederlandse opvoeding is discussiëren, dit en dat. Mm-hmm. Ik leg je twee keer uit. De derde keer, waarom, is omdat ik het zeg. Ja. En daarna is het klaar. Mm-hmm. Snap je? En ik doe ook niet aan straffen, want jullie allemaal... Als je een kind krijgt... Ga naar je kamer of ga in de hoek staan. Als je een kind krijgt, lees geen Nederlandse boeken over opvoeding. Okay. Echt rotzooi is onzin. Okay. Echt serieus. Maar dan krijg je dat soort dingen. Ja. Zet het kind in een hoek. Niks als kind in een hoek. Ja, weet je wat ik altijd zeg? Nee, en ik probeer nooit mee te praten, omdat als je geen kinderen hebt, moet je eigenlijk je snuit houden. Maar toch heb ik een mening natuurlijk. wat ik altijd zeg, kijk... Wij praten te weinig en die witmans praten te veel. En ik zit ergens daartussenin moet je zitten. Precies tussenin. Want dat slaan ding, dat is hem niet. Vroeger vonden wij dat stoer, zelfs. Hè? Daarom ben ik zo waar ik nu... Nee, nogmaals, ik heb geen kinderen, dus ik wil niet meepraten. Maar wat ik zie en wat ik dan denk... Want ik krijg soms, ik zeg heerlijk, is niet goed. Dan ga ik ook iets zeggen wat je eigenlijk niet moet zeggen en wat je denkt. Ik wil soms mensen op straat benaderen met zo'n kind die bijvoorbeeld in de supermarkt... En die worden gesleept door die moeder en zeggen... Hé, mevrouw, mag ik je kind voor je een baks geven? Soms echt waar, dan denk ik... Er moet een halt op komen. Nee, maar... Hey, I don't know. I don't have no kids. Ik luister naar je. Je moet in het midden zien uit te komen. Ja. Ja, en, ja. En in het midden betekent gewoon... Want communiceren is zeker wel... Is de key. En bij mij echt, ik heb hem één keer straf gegeven. En ik voelde me zo... Want ik denk altijd, het past niet bij mij. Oh ja, je voelt... Dus ik dacht, ligt hij dan in zijn bed. Ja. En nu? Ik voelde me daar heel slecht over. Maar hij voelt zich ook rot. Geen idee. En ik denk, dat wil communiceren, ik communiceren, ja. Waarom? Dus het is gewoon, waarom? Twee keer. Derde keer, omdat ik het zeg. En, en dan zegt hij, oké, ja papa, klaar. Ja, ja. We gaan ook niet slapen met ruzie in huis. Ja. Als er een ding is waar hij het niet mee eens is, waar ik het niet mee eens ben, we hug, we kiss, ik vertel hem zijn verhaaltje. En zo gaan we slapen. We gaan altijd slapen in liefde en in een positive vibe. Dat is goed. Ik ben wel de papa die gewoon zegt van, tot hier, klaar. Ja. Ga niet die hele discussie doen. Ik zeg dan ook altijd, als het om mijn neef is en nichtjes gaat, dan zeg ik dan ook altijd van, luister... Beter hier dan dat hij buiten wordt gecorrigeerd wanneer het te laat is. Want als je kind gang laat gaan, vind ik hè, tot zekere hoogte. Want sommige kinderen zijn baas over hun ouders, dat zie ik ook. En dat zijn dus waar ik vraag van, hey, mag ik hem even een baks geven? Gewoon ten behoeve van hemzelf. Ik voel je. Want anders gaat iemand het op straat doen. Als die groter wordt, dan is er geen weg meer terug hè. Verder wordt je baks, vind ik fantastisch. Maar ik bedoel het goed hè. Ik bedoel dus als vrijwilliger. En mevrouw, misschien kan ik u begeleiden hierin. Zal ik hem anders een baks geven? Maar ja. Het zijn geintjes, maar niet echt. Oké. Okay. Maar ik voel je. Hey, maar wacht even. Want je bent weggerend van waar het om ging. Ja, de volgende zin. Nee, niet de volgende. Oh, okay. Want je hebt die eerste niet helemaal afgemaakt. Oh, ja. Omdat we gingen ergens in. Want het begon met liefde. Ja. En waarom? Ik ben alleen. In deze fase van je leven heb je behoefte aan de liefde. Ja. Waarom ben je alleen, Remy? Een goede vraag. Ja, het is niet makkelijk antwoord geven daarop. Als jij mij die vraag stelt, weet je wat ik doe? Ga ik onder die tafel liggen. Wat zeg ik tegen jou, fijne wedstrijd. Doe je ding. Nee. Een gekke vraag. Nee, nee, het is een moeilijke vraag. Het is een Waarom moeilijke ben je alleen? Vraag, omdat ik ben heel
kritisch, zeg maar. En ik heb ook bindingsangst. Dus mijn moeder ging terug naar Curaçao toen ik 15 was. En als je in je puberteit zit, dan heb je gewoon... Kijk, degene die ik het meest vertrouwde, waar ik het meest aan geklampt was, die is weggegaan. En blijkbaar heeft dat, jaren later hebben ze dat uitgevonden, heeft dat iets gedaan met mijn willen binden aan iemand. Dus ik heb me jarenlang heb ik wel relaties gehad, maar nooit echt... Dan heb je misschien niet eens bindingsangst, maar verlatingsangst. Ook, het heeft met gekoppeld. Elkaar, ja, okay. Het is met elkaar gekoppeld. En er is geen antwoord, zie je dat? Nee, ja, maar dit vind ik bijzonder. Er is wel een antwoord. Er is wel een antwoord die ik niet... Kijk, oké, okay, laat me het zo zeggen. Ja, kijk. Alles kan, laat me dat even zeggen. Maar of je het wilt, dat is natuurlijk wat anders. Kijk, laat me het zo zeggen. Ik zei net, ik ben alleen. Maar ik ben niet helemaal alleen. Je bent wild. Nee. Je bent stout, Remy, dat is wat je zegt. Nee. We verstaan hier liefdestaal, hè? We verstaan het, hè? Dat zeg ik niet. Ik zeg het. Hij gaat me haten. Het hoeft niet, hè? Het hoeft niet. Nee, ja, kijk. Het hoeft niet. Er zijn bepaalde mensen in deze wereld, zeg maar... Ja. Die een heteroseksueel leven hebben... maar dan een leven delen daarnaast met de man... En ik ga niet daar te diep op ingaan, want anders zitten we hier nog 3 uur, hè? Maar oké, okay, maar dat bestaat, hè? Dat bestaat. Dat bestaat. En okay. Dan zit ik... ben ik een deel van, eigenlijk? Oeh, is heel persoonlijk. Maar ik, ja, ja. Maar... Dus hij is on the down low. Jij bemoeit met een on the down low type dude. Dat is hoe men dat noemt. Hoe men dat noemt. En het heeft heel erg te maken met... Maar is die niet bevrijd als die gewoon uit die... Het is een cultuurding. Ah, oké. Dan kan ik al een beetje... Het is een cultuurding. Het is een cultuurding, ja. Weet je, het gaat over zelfacceptatie. Ja. En ik bedoel, het is niet zo dat hij... Advocaat van de duivel komt nu. Ja, ja. Maar waarom doe jij daaraan mee? Het heeft te maken met... elkaar lang kennen. Toch een soort van vertrouwen. Dat ik niet hoef te shoppen overal en ergens. Dus het geeft ook enerzijds een soort van rust. Het geeft jou ook het idee dat er toch geen binding gaat zijn. Dus het is lekker veilig. Dat, ja, maar dat is ook iets wat meespeelt. Dat is ook iets wat meespeelt. En tegelijkertijd maakt het je heel bewust... als je dat nodig hebt van het feit dat er geen binding is. Snap je? Dus daarom... Juist. Daarom durf jij dit. Daarom is het lekker. Daarom, jij haalt ook je voordeel eruit. Ja, zeker. Maar daarom is het antwoord wel liefde dat ik denk... Het lijkt alsof ik dan daar voorbij aan begin te gaan. Maar wacht even. Dus jij bent wel heel erg gesteld op iemand, op een bepaald persoon. Zeker. Is dat hem? Oké. Dus het is niet gewoon een physical thing, lichamelijk. Het gaat verder dan dat. Zeker. Dus als die dude is geweest en hij gaat weg... Dan draai jij Whitney Houston, Saving All My Love For You. A few story moments. Ken je die tekst? Natuurlijk. Dat is dit verhaal. Dat is all that we share. That we you share. Got you, your family. Family. They need you there. Yeah. Ja. Maar dat is wel het verhaal. Whitney Houston fan. Nou, kijk, wat er gebeurt is... Ja. Wat er gebeurt is dat eigenlijk... en ook al kennen we elkaar zo lang... Het maakt je daarna bewust van... wauw, ik ben nu alleen. Maar mag ik voor jou praten nu? In jouw voordeel. En het klinkt als... Waar bemoei je mee? Maar, bemoei. Maar we praten nu bijna een uur. En ik mag je. Oh, wauw. Ik mag je. Daarom ga ik dit zeggen. Oké. Maar verdien je niet beter? Gun jezelf niet wat beters, wat ergs, wat... Gun jezelf. Ik neem aan dat jij risico neemt in jouw vak. In je carrière, business-wise, je neemt risico's. Waarom neem je geen risico in de liefde? En als het knalt en iemand je verlaat, dan oké, cool. Maar ik heb in ieder geval meegedaan aan dat ding wat ze noemen liefde. En sterker nog, ik ga blijven vallen. Ik ga gewoon die risico nemen. Waarom doe je zo scheiterig? Ik doe niet scheiterig. Maar het is wel... Ik ga terug naar je eerste vraag. Verdien je niet beter? Ja. Voor nu is het goed genoeg. Oké.
Ik denk dat dat de, voor nu is het goed. Dus met mijn judgmental masker op, dan zeg Je gaat maar toch voor. Daarom zei ik liefde, omdat ik merk dat ik gewoon nu aan goed genoeg voorbij begin te gaan. En dat ik denk van, wat is er nog meer dan goed genoeg? Snap je? Dus het is, ik zit in een soort fase, proces, waarbij ik me afvraag van, is dit goed genoeg? Oké, dat is het antwoord. Ja. Dat is een fase in je leven waar je nu bent. Want dat was mijn vraag. Het is complex, want al die dingen zitten erin. Wat je zegt ook, de lusten, niet de lasten. Ja. En tegelijkertijd zorgen de lusten er wel voor dat je erachter komt. Dat je denkt van, je bent nu weg, ik ben alleen. Want jij gaat kortsluiting komen. Gaat kortsluiting bij jou komen op de dag dat die dude zegt... Ik heb de verlaten, Remy. kijk naar die. Ik heb hem verlaten. Ik heb er verlaten. Nee, hij heeft geen meid. Ik heb diegene verlaten. Ja, hij heeft meerdere. Hij leidt een heteroseksueel leven. Ja, I get it. De gemeenschap en whatever. Yes. Oké. Wauw. Oké. Ja, ja. Dat is het antwoord. Maar je weet dat je gewoon nu echt like... Dit is voor het eerst dat ik er zo open over praat. Hey, je bent niet de enige die hier aan tafel komt zitten... en die spirit krijgt van... Oh, ik kan hier dus gewoon eerlijk zijn. Ja, want ik doe het ook. Maar laat me dan erbij zeggen... wat je niet wil delen, moet je niet delen. Ik deel alles wat ik wil delen. Oké, is a beautiful thing. Ja. Dan deel het volgende met mij. Tenminste, maak de zin af. Ja? Een slechte eigenschap... waar ik echt aan moet werken... is... Een slechte eigenschap waar ik echt aan... En die nu in je hoofd is, hè? Moet Want werken. Je probeert hem te vervangen door een andere. Nee. Het is... Ik moet daar echt over... Ik moet daar echt... Okay. Over nadenken. Kijk, ik kan een slechte eigenschap noemen... maar tegelijkertijd vind ik hem eigenlijk een van mijn beste eigenschappen. Ik deal niet met negativiteit. Dus zodra ik iemand gewoon... Als ik gewoon iemand niet voel... Als iemand gewoon... En mijn gevoel is meestal gewoon... Like 9 van de 10 keer gewoon correct. Mm-hmm. Dan sluit ik me af daarvoor. En misschien dat ik dan die 1% toch meer kans moet geven om... Maar meestal, ik geef die persoon bijna geen kans... Omdat ik denk van... I know what I'm feeling. Ja. En... Uiteindelijk wordt het bewezen en dan zeg ik gewoon na een tijd zeg ik tegen de persoon... sorry, maar ik trek je gewoon niet. En om die redenen. Ja. Snap je? Dus dus in een zin, om die zin af te maken... als er een eigenschap is die ik zou moeten veranderen, dan is het... Is dat confronterende shit, hè? Het is, omdat ik hem... hoe moet ik hem afmaken? Dan is het dat ik... Ik vind het moeilijk, man. Want dan zou het betekenen dat ik open moet staan voor negative vibes. En dat wil ik gewoon niet. Dan luister wat we doen. Dat is het leuke van ouder worden. Je voelt de shit gewoon. En ik en misschien ben ik... Is je voor negativiteit afsluiten, is dat een... Jij wil het niet veranderen, klaar. Nee. Ja, dat... En ik heb eigenlijk een heel positief zelfbeeld, als ik heel eerlijk ben. Oké. Ik weet waarom ik bepaalde keuzes maak. Ja. Niks in mijn leven is like random. En de dingen die ik doe, komen from a good place. Ja. Snap je? Dus en als ik iets bij iemand doe of wat dan ook, tell me. Ik zal altijd gewoon sorry zeggen, terwijl de meeste mensen het moeilijk vinden om sorry te zeggen. Ik ben best wel opgeruimd, man. Oké. Nou, mooi gezegd. Ik ben best wel opgeruimd. Oké. Spannend. Dan gaan we nu... je bent al niet van negativiteit. Dan gaan we dan iets positiefs van jou neerzetten. Tenminste, dat ga je zelf doen. ik, Remy... Ik ben niet de perfecte man. Maar als er één ding over mij gezegd mag worden... Dan is dat...
Ik, Remy, ben niet de perfecte man. Hoezo ben ik niet de perfecte man? Oh, sorry. Ja, inderdaad. Ik hoorde dat toen je zei, ik heb geen slechte eigenschappen. Dan. Nee, ik denk na over mijn eigenschappen. Dus, Nee. Oké. Okay. Maar als er één ding over jou gezegd moet worden, als iemand over jou positief praat, dan zou dit gezegd moeten worden over jou. Kijk, ik ben net bezig met de voorstelling Kaap Liefde. En daarin speelt een actrice Marianne Mudder. En zij zat vroeger in Baantje. En zij schreef op Facebook. Het is een feest om bij mij gewoon te werken en te repeteren. Dus als iemand één ding van me zou moeten zeggen. En je raakt de juiste snaar bij mij. Dan weet je dat ik liefde verspreid. Oké. En echt als mensen bij mij spelen. Ik heb een keer meegemaakt dat een voorstelling, drie mensen, ik ga het gewoon noemen, twee zwarte actrices en eentje was gewoon spreading negativity gewoon. Maar ik ben er zo gevoelig voor en ik moest het doorstaan. Ik had een hele tour en ja, ik speelde mee. Je zat er al eenmaal in. Oh man. En, okay. En ik vond dat zo heftig. Dat ik dacht van, en toen ben ik eigenlijk, daarna ben ik gestopt met spelen binnen het gezelschap. Ben ik alleen me gaan concentreren op regisseren. Mm-hmm. Dat ik ook de sfeer kan bepalen. Ah, oké. Okay. Because it has to be positive. Het moet een feestje zijn. Ja. Weet je, repeteren, goed acteren, een stuk goed in elkaar krijgen. Het is fucking zwaar werk. Mm-hmm. Dus dan kan je net zo goed lol hebben. Ja. Dan kan je net zo goed gewoon positief erin duiken. Otherwise heeft het geen zin. Dus ik denk dat als iemand iets over mij zegt die met mij gewerkt heeft. En dan zullen die ene actrice zal heus wel zeggen van. Want ik word dan een motherfucker. Ik word een enorm motherfucker. Mm-hmm. Als je mijn huis inkomt en je komt mijn huis in om negativiteit te spreiden. Mm-hmm. You're gonna get burned. Ja. En je gaat echt met brandwonden gewoon het huis uit. Zo simpel en maar strak. Vergeet haar. Wanneer iemand positief over jou praat, dan mensen, wordt er gezegd. De mensen die juist een snaar bij mij raken, dan weten ze dat ik liefde verspreid. Remy verspreidt liefde. Zeker. Dat is wat wordt gezegd over jou. Dat denk okay. ik, ja. Dat okay. denk ik. Oké, dope. Dat durf ik te zeggen. Doop. Oké, okay, nog eentje dan. Oh jee. Want ik krijg een beter beeld van je, hè? Nog eentje dan. Ik zal nooit iemand daten die... Moet ik dat echt met één zin afmaken? Nee, we zijn aan het praten. Het kan een gesprek worden. Maar het moet de lading dekken. Ik zal nooit iemand daten die... Of ga je nu een lijst tevoorschijn halen? Ja, daarom. Bovenaan de lijst dan. Bovenaan de lijst. Die stinkt. Ja, die stinkt. Dat is het eerste oh, ja. wat er in me opkomt. Ja. Maar gewoon like... bij wijze van spreken uit zijn mond, weet je nou? Ja. It's like, dat is een ding. Dan gaat het om die woorden. Als het een eenmalig ding is, dan kan ik denken, oké, maar... Oh, dat vergeet je, dat zou ik niet eens vergeven. Maar oké. Nee, maar dan zal ik denken, oké, misschien is het eenmalig. Maar als ik denk, bij de tweede keer denk ik, oh, dat is gewoon... Dat is jouw brand. That's your brand, that's your odor. Then, nee, man. Oké. Dan gebeurt er gewoon... Er gebeuren niet de juiste dingen, zeg maar, bij mij. Ja. Dus, laat me het zo zeggen, ik maak het specifieker, die uit zijn mond stinkt. Oh, ja, ik vond het al goed genoeg, maar specifiek die uit zijn mond stinkt, oké. Okay. Ja, dus een odeur van zichzelf die gewoon een beetje off is, zou je nog kunnen trekken. Dat je zegt van, binnenband van een... vrachtwagen. Maar, oké. Okay. Wow. Je bent zo leuk. Vrachtwagen is echt heel lang niet gedoucht hebben. Ja. specifiek dus wanneer iemand stinkt uit zijn mond. Ja, belangrijk. Ja, stinkt maar. Sowieso, maar uit de mond stinken. Dat is like, weet je, zoenen, met iemand zoenen. Ja. Daar begint gewoon heel veel. Ja, heel belangrijk. Eigenlijk sowieso iemand ruiken, geur, is een ding waar we gewoon door getriggerd raken. Snap je? En... Ja, als het die binnenband van die autoband, vind ik lastig ook.
Vind ik ook lastig. Maar weet je dat ik... Dan stop ik die persoon onder de douche, zeg maar. Oh, dat wel. Wel onder de want douche. Want je spreidt liefde en niet germs. Ja, precies, precies. En ik wil ook geen germs op mij. Dus ik stop die persoon onder de douche. Dus dan hoop je dat... Zo'n brandslang. Oh my god, ik wil die dingen zeggen. Maar ik moet ze niet zeggen. Maar goed, ik hou me daarbij bij de brandslang. Laat je die aansteken door mijn silly dus. Nee. Ik ben ook zo silly, maar ik hou me in. Maar ja, maar... Dat is dat. Wat ik zei, dus als het uit de mond is, dan denk ik, heftig. Ja, ja. En misschien, als die persoon leuk genoeg is, een tweede date. Maar bij de tweede date, als ik dat ook denk, dan gaat het... Misschien zelfs naar de eerste man. Ik vind het moeilijk. Hey, even, ik ga gebruik maken van dit moment. Want ik zei al, ik stel deze vragen aan meiden die ik van plan ben seksueel te bevredigen. En bij een van hun kwam ook naar boven... Iemand die stinkt. Heel belangrijk. En hygiëne, ik heb het 1000 keer gezegd, dat is heel belangrijk. Bij mij staat op 1, is met dat je er niet voor moet kiezen om dom te zijn. Die twee dingen staat voor mij op 1. En dat is nog de gecensureerde versie wanneer ik zeg dat je er niet voor moet kiezen om dom te zijn. Hè? Een vriendin van mij zegt altijd, ik zeg tegen haar, het is toch hartstikke domme kerel. Ze zegt, ja, maar dom neuk lekker. Ja, nee, maar dat wordt hem niet voor mij. Ik snap het. Dat wordt hem niet. Ik zou bijna zeggen, die ene keer, ach, merk je er niks van. Je moet er niet te lang. Hé, maar even, hè. Ik heb ook een vooroordeel over... want ik ben ook queer, heb ik begrepen. Maar andere queer... Heb je zelf genoemd? Oh, zelf, oké. Okay. Ja. Nee, maar... zijn een beetje oppervlakkige gay dudes, hè? Nee. Heel veel gay dudes zijn oppervlakkig. Nee, mannen. Mannen in het algemeen. Mannen in het algemeen. Nee, dus ik ben het er niet mee eens. Waarom is dat wordt gezegd, ja, maar ik ben het er niet mee eens. Want in praktijk zie ik dat niet. Nee, dan ik heb gangster-ass homeboys, dus straatjongens. Ja. Die nergens zo diep praten dan wanneer het gaat over de liefde die ze naast hun hebben. Ja. Nou, opeens en gaat het diep en al dat soort dingen. Dan denk ik, wow. Maar dat ken ik ook van gay guys. Ja? Zeker, natuurlijk. Maar het kijk, dit is ook weer zo eentje, maar ik ga hem niet maken. Nee, maar het cliché... Gay guys die diep gaan, maar ga verder. nee, ga verder, doe je ding. Ik luister naar je. Oh my god. Ja. Zie hoe tolerant ik ben, het is een feest. Hij is scherp, je bent wel scherp, hij is wel scherp. Nee, maar het is kijk, over het algemeen zijn mannen best wel oppervlakkig. Zijn mannen denken gewoon echt met een tolly, over het algemeen. Okay. En dan moet je, mannen zijn jagers, die gaan gewoon jagen. Je ziet een mooie vrouw en je gaat jagen. Mm-hmm. En dan plaats je jagers binnen een kamer met elkaar. Yes. Ja. Snap je? Dus het is een mannending. Het is een mannending, oké. Okay. Dus alle mannen zijn, en heel veel mannen zijn oppervlakkig, dus jij. Want ik zeg altijd, vrouwen zijn oppervlakkig. Vergis je niet. Vrouwen zijn oppervlakkig als je weet niet wat. Vraag een vrouw in... Dus niet op camera. Vraag een vrouw in vriendig in een kamer naar iets. En het is altijd, hij moet dit, hij moet dat, hij moet zus. En niets heeft te maken met hoe die dude moet zijn. Hij moet zoveel dit hebben, hij moet zo dat zijn, hij moet dit, hij moet dat. Maar niets met hoe hij echt moet zijn. Probeer maar. Jij hebt meer ervaring dan ik, dus ik geloof je. Ik neem aan dat je vriendinnetjes hebt. Ja, zeker, maar die zijn iets slimmer. Dat is ook waarom ik... Slimmer dan dit. Oké. Ja. Hij represent jullie, hoor je dat? Hij represent zijn vriendinnen. Ja. De meiden waarmee ik omga, Maar ik vind mannen over het algemeen... Ik vind het niet eens een rare vraag. Dus het vooroordeel dat ik heb... En ik lul, want ik ken niet eens zoveel gay dudes. Homoseksuele mannen. Gay dudes. Brian. Gay dudes is toch... Klinkt toch funky? Mij maar niet gay doet. Nee, is dat hem niet? Ja, ik vind hem funky klinken. Oké. Maar homoseksuele mannen, dat is dus niet waar. Ze zijn niet oppervlakkig per se aan de basis, wat ik altijd dacht. Dat is dan wat ik op televisie zie. Dat is televisiedingen wat ik doe. Dat is het vooral. Maar dat is het hele ding. Televisie laat ik trap erin. Ik trap in die bullshit. Ja, exactly. Idiot. Want als je naar televisie kijkt, denk je ook dat de hele wereld wit is. Yes. Ja, idiot. Oh, ik voel me gelijk een kneus. Ik hoor mezelf praten. Kijk, wat heel tof is, op een gegeven moment, ik heb 5,5 maand in Amerika gewoond, like 10 years ago, in L.A. En er was een serie, Queer as Folk. Het schijnt een Engelse serie te zijn, Amerikanen hebben het overgenomen. Okay. Waar alleen maar gay dudes, die gewoon dezelfde...
levens hadden als normaal, ik wil het woord normaal niet zeggen, als hetero series gewoon. Mm-hmm. Gewoon de normaalste mensen ever, zonder... De nadruk op... En het was fantastisch. Ja. In Nederland, zogenaamd tolerant land, ik kwam ooit eens met het idee van zo'n serie, en... Nee, je krijgt het niet verkocht. Nee. Je krijgt het gewoon niet verkocht, omdat... want homomannen zijn niet zo. Homomannen die beuken elkaar in elkaars reet. Of ze zijn gewoon en die lopen zo extravagant. En die... Dat willen ze gewoon... Dat is het beeld wat ze willen... Ja, snap je? Maar als het gewoon gaat over... Daarom vind ik de serie nu Anne Plus. Is een lesbische serie. Fantastisch. Wat, Nederlandse serie? Nederlandse serie. Het is nu zelfs een film van. Okay. Wat er fantastisch aan is, it's about people. Ja. People falling in love and people having problems. Snap je? Oké. En tegelijkertijd, het zijn vrouwen, dus dat kunnen de heteroseksuele... Ja, wel handelen. Ja, klopt, maar is ook waar. Nee, klopt, dat klopt, kunnen ze handelen. Zwaar. Maar gewoon die stap verder, als het echt gaat over... Ik word tolerantie, het moet gaan over acceptatie. Mm-hmm, als het echt gaat over acceptatie... Dan durf je ook zo'n serie juist te doen om dingen te normaliseren. Om dingen juist gelijk te trekken. Mm-hmm. En dat is dus, geloof niet alles wat je ziet op televisie. Nee. Ik hoorde hem zelf zeggen. Want ik weet dat trucje doen ze ook bij andere groepen. Ja. Maar zo zie je, er is ruimte voor groei. Want luister, shit, we gaan ook pauzeren. Want al die gay talk heeft me doorschreven. En gay talk. Check... Zo'n gay talk! Zie je, ga ik weer. Dus ik moet echt gaan pauzeren voordat het misgaat. Nee, maar even zonder grap. Ik leer dingen hier. I appreciate it. Break. Met het woordje gebakst vind ik zo fantastisch. Ja, maar dat is wat het is. Soms moet iemand gebakst worden. Even kijken. Oh, je hebt iemand gebakst. Gilly's Love Line. Waarin we bruut eerlijk praten over de liefde. En wat ik ga je eerlijk zeggen, wat ik altijd mooi vind als ik zie dat het gebeurt, is dat mijn gasten ook daadwerkelijk, en dat kan zijn omdat ik een Ingi ben, een inheemse van Suriname, en dat die spirits dat creëren, dat er een soort eerlijkheid hier op tafel komt en dat je zelf schrikt van wow, dat ik dat heb gezegd, dat ik dat heb gedeeld. Maar it's all about love. Dit is een verantwoordelijke platform. Het doel is on the real, dat mensen hiernaar kijken en denken, oh herkenbaar, of van, oh damn, ik wist niet dat je zo open kon praten over dat soort dingen, of de moed krijgen, of de courage, of whatever. Het moet een cadeau zijn, hoe dan ook. Ja. En thanks for sharing, by the way. Thanks for the invite. Ja. En bedankt dat je dit gewoon hebt opgezet. Ja. Maar we zijn nu even half afsluitend aan het praten. Ja, weet ik. Nee, we zijn niet afsluitend aan het praten. Okay. Ik ben je gewoon die granis aan het geven. Dat je dit gewoon doet. Thanks. Ja, je bent in Suriname geweest, zo te zien. Vaker waarschijnlijk. Ja, zeker. Ik ben een Surinamofiel, hè. Een Surinamofiel? Ja, zeker. Ik ben gek op Suriname, man. Oké, I love it. Echt mooi. Serieus. Hoe vaak ben ik nu geweest? 5 keer of zo? Oh, leuk, ja. Maar veel mensen die ook in die scene naar Suriname gaan, zien van, hey. Ik hou van Suriname, man. Ja. Echt serieus. Als ik een play heb, dan gaat hij altijd naar Curaçao en Suriname en dan komen we terug. Ah, dope. Ja, ja. En ik hou ook van de Antilliaanse vrouwen. You better. Ja. Nee, absoluut. Niet van de Antillen, maar van Antilliaanse vrouwen. Nee, ik ben er niet geweest en ik moet er al lang heen, man. Ik moet er al zo lang heen. Kom maar. Ik zat wel een keer in een vliegtuig. Die stopte naar Suriname. Maak een landing op Curaçao vliegveld. En die ging verder. Weet je hoeveel sankas daar tegen mijn elleboog? Zulke, I love it. Ik dacht, ik moet hier echt een keer gewoon naartoe gaan. Ik zou je bijna willen vragen, heb jij een partner? Wat zei je nou? Ik ben alleen. Je bent alleen. Ja, daarom herkende ik het. Daarom zei ik, als jij mij die vraag stelt, ga ik onder de tafel. Nee man, je kan niet naar Ethiopië gaan, daar een hamburger leggen en zeggen, die is alleen voor jou. Delen toch. Ja, ben je echt zo? Nee, ik wil gewoon grappig klinken. In het echt ben ik lonely as fuck. Ja, ben je echt lonely? Nee, maar wat jij zei... Ik zat te luisteren, ik denk, hij zal wel weten toch, want ik weet het ook. Maar het is precies dat, ik ben kieskeurig en al dat soort dingen. Lef toch? Lef tonen toch? Ja, maar ik heb lef in alles, behalve in de liefde. Dat,
Ook dat. Ik heb lef in alles, hè. Bang voor niets. Dus, ook dus het woord angst ken ik niet. Dus ik, weet je wanneer je kan zien dat iemand weet je waaraan je kan zien dat ik bindingsangst heb? Ja. Dat ik zeg, het is geen angst dat je er niet bang voor bent. Ik wil het gewoon niet. Dat is puur bindingsangst. Ja, ja, ja. Maar en dat is wat ik zeg. Ik heb het ook, hoor. Ja, toch? Ja, ja, zodra het dichtbij komt, dan... Ja. Nee, maar nu sta ik... Ik zeg jou eerlijk. Als nu een vrouw komt... Die dus die bepaalde dingen heeft die ik belangrijk vind in een vrouw. En dan ben je de lul, hoor, hé. Dat zeg ik wel. Degene die nu komt is de lul. Ik moet echt lachen. Die bepaalde dingen... Nee, er zijn een paar dingen die ik belangrijk vind. Nee, er zijn een paar dingen die ik echt belangrijk vind. Dat ze uit de mond stinkt, bijvoorbeeld, toch? Ja, ja, grapje. Nee, maar check. Hygiëne staat op 1. Ja, ja. Naast, je moet ervoor kiezen dat je niet dom bent, heb ik heel vaak gezegd. Maar je kan niet, ook niet. Ik kan niet met een vrouw gaan die niet begrijpt dat ik voor een bepaalde kost sta. En zij heeft daar helemaal niks mee. Ja. Stel voor, je gaat met iemand die zegt, oh, ben je nog weer aan het ouwehoeren met dat... Hey, rustig. Je moet wel respecteren waar ik voor sta. Ja, ja. Weet je waarom? Dit is ook die Tory. Remy, ik ben een prijs, hè? Hey, maar ik zou je dit zeggen, zo zie ik mezelf ook. Serieus. And that's why we single. Ja. We zetten onszelf gewoon in het kastje. Kijk. Helemaal alleen zo'n lichtje erop, maar alleen. Niks ernaast. Mooi op een kus en zo. Nou, prijs. Ja. Ja, maar het is wel waar. It's a lonely place, maar ik zie mezelf. I got a lot to give, man. Serieus. Gewoon... Hey, maar dit is real wat we zeggen. Want ik hoor jou praten, hoor mezelf praten. Maar dat is echt zo. En dat is waarom je alleen bent, hè? Ja. Guess what? Andere mensen hebben ook heel veel te geven. Guess what? Andere mensen zijn ook prijzen. Ja, maar heel veel mensen zijn snel tevreden. Je hebt toch wel eens gezien dat iemand onterecht... de EK of WK wint of een prijs wint? Maar hij heeft wel die prijs gewonnen. In Nederland. Dus soms moet het gewoon... In Nederland, in het hele acteursgebeuren, is het gewoon aan de lopende band. Nou, boom. Dus het is niet vreemd dat een prijs ergens belandt waar het niet moet zijn. Met witte acteurs bedoel ik, hè? Ja, I get it. Ja. Dat was duidelijk. Okay. Geluisterd hebben naar de eerste helft van dit gesprek, is dat duidelijk. Ja. Maar ik zie mezelf echt als... I know... En dat is niet om zo'n narcist te level. Van mijn kant niet in ieder geval. Want... Nee, als mensen dat als narcistisch willen zien, prima. Ik bedoel, dat is je waarde kennen. Maar tegelijkertijd zeg ik dan ook, advocaat van de duivel, over mezelf. Maar verlies je niet in dat beeld van ik ben een prijs. Nee, luister dan. Het is het Hollandse kapitalisme, wat ons dat allemaal, of dat zogenaamde Hollandse bescheidenheid, die dat afneemt van ons. Weet je, ik heb dus 6 maanden in L.A. gewoond. En wat ik daar heb geleerd is dat je de goede dingen moet benoemen van jezelf. Ja, klopt, dat doen Amerikanen. Snap je? Ja, ben je ook gewoon echt de goede dingen. Terwijl, daar ben ik nu. Terwijl in Nederland, als je zegt van ik kan dat en dat goed zeggen, maar nee, dat moet je niet zeggen. Dan moeten andere mensen over je zeggen. Dus je moet jezelf op de een of andere manier klein maken. Opdat een ander zich groot kan voelen. Weet je wat ik altijd zeg? Als we nou toch zo straight praten. Bescheidenheid leef je niets anders op dan een schouderklop van Witmans met hij is zo lekker normaal gebleven. Yep. Maar je hebt er niets aan. Yep. Spreek je uit. Laat zien wat je in huis hebt. En dan word je moeilijk genoeg. En dan blijf je nog single. Ja, ja. Vandaag ging het om. We hebben zulke jams die we hier droppen, maar ondertussen... Zijn we single. Maar levert ons juist. Au. Oké. Okay. If you stole me... Oké. Okay. Hey, Remy. In Gilly's Love Line haal ik tussen de miljoenen quotes die er bestaan altijd eentje tevoorschijn. Die gaat over de liefde, relaties, seks. Of alles wat daarbij komt kijken. Daar wil ik dan met mijn gast op inzoomen. En kijken wat hij of zij ervan vindt. Of daar je gevoel bij komt. Misschien zeg van, nou, leuk. Ze zeggen namelijk... Je brengt het zo leuk, ik moet gewoon lachen. Om. Ja? Kom, we gaan door, ja. Maar je neemt wel serieus, toch? Ik neem heel serieus. Go. Ze zeggen namelijk... De liefde is te mooi... om in een kastje te willen verstoppen. Wordplay. Want... ik
Ik kan me voorstellen dat er met cultuur en alles, als Antilliaanse jongen, die weg naar uit de kast komen, waar, dat woord waar je niet van houdt, mm-hmm. maar even voor het idee, dat dat een struggle was. Dat is iets wat ik wel kan herkennen van, oh, maar dat moet moeilijk zijn voor mensen. Mm-hmm. Mag ik jouw verhaal daarover horen? Maar, als jongen uit de Antilliaanse gemeenschap. Je zegt twee dingen, hè? Je zegt ja. Verborgen liefde. Nee. Wat zijn de liefde? Ze zeggen... Ze zeggen, de liefde is te mooi om te verstoppen in een kastje. Ja, maar dat is één ding. Wil je het daarover hebben of wil je het hebben over... Hoe ontvang jij die quote? Laten we dat doen. Op Curaçao, ik ben opgegroeid met het volgende. Amor scondi, dat tempo perdi. Okay. En het zegt, de vertaling is, verborgen liefde is verloren tijd. Weet je dat, hè? Ja. Okay. Als je eigenlijk dat voelt, go for it. Daar ben ik echt, ik vergeet het nooit meer. Ik was echt heel jong en ik zie de betekenis van die woorden. Maar ik zit, zeg maar, in een soort verborgen ding. En het is wat je net zei, voel je dan niet, doe je zelf niet tekort. En ik ben nu, zeg maar, in de fase dat ik denk van, wat is die volgende stap? Weet je, is het verloren tijd? Daar ben ik me dus nu aan het afvragen. Oké, goeie. En nu begrijp ik waarom je zegt, je zegt twee dingen. Want inderdaad, dat is hoe jij hem ontvangt, die quote die ik net zei. Ja. En dat is dope. Dat is dope. En daar hadden we dan net over. Ja, gun jezelf niet meer. Gun jezelf niet meer, is wat ik zei. Hè? Ja. Over die situatie waar je het over had. Want we praten zo stoer. Allerlei voorbeelden hadden we tevoorschijn. Maar uiteindelijk is het verhaal, ja, maar waarom is dan zo'n prijs single? En dat heeft ook te maken met je keuzes. Want je geniet van wat nu gaande is. Ja. En dus niet dat ik daar jou ergens naartoe wil sturen. Maar dan als we straight praten, hè, want we houden van onszelf. Door daarin energie in te steken. Natuurlijk blijft die prijs in de kast. Ja. We zijn gewoon hardop aan het praten. Hè? Volgens mij weer trying to figure it out hier ter plekke. Ja. We gaan elkaar helpen hier vandaag. Nee, maar het is ook wat je net zei. De moeilijkheid. Alles durven. Ja. Weet je? Dingen aanpakken. En de moeilijkheid van iemand tegenkomen. Die in het straatje... in je straatje past. En dat heb ik eigenlijk nu. Maar er zit dus het hele cultuurding... wat het gewoon eigenlijk een beetje... Bij de kant van degene met wie je het gezellig hebt. Ja. Snap je? Dat is een lastig ding. Maar in principe... was dit ook een zoektocht? En het was geen zoektocht. We found each other. En dat is fantastisch. Maar ik geloof als ik dit... Het is ook angstig als ik dit loslaat. Ik weet niet of ik weer zo'n prijs ga krijgen. Oh, want je ziet het wel als een prijs. Het is wel een prijs. Oké. Ja, maar het is niet... Het is niet ideaal, hoe het eruit ziet. Op papier, prijzen, als je het zou schrijven. De twee prijzen staan niet in één kast. Ah, oké. Okay. Mijn prijs staat in mijn kast en zijn prijs staat in zijn kast. Ah, en ik vind het dope, want jij verwerkt dan de liefdesquote van deze aflevering. Verwerk jij dus zo. Liefde is te mooi om te verstoppen in een prijzenkastje. Dat is het dan. Ergens wel, ja. Oké. Maar het is complex, man. Ja. Het is complex, want de ene dag denk ik... ja, we moeten dit doorzetten, blablabla. En de andere dag denk ik, ik vind het prima zo. Laat me some real shit met jou delen dan, aangezien je zo open bent. Dus... er zijn een aantal vrouwen geïnteresseerd in dit Surinaams snoepje... En toch viel mijn hart een keer voor een dame. Die had twee kinderen. That's all good. Maar ook een man. En dat is moeilijk. Waarom gebeurt dat? Want ik kan ontkennen en shit. Maar die bewoog voor het eerst hier heftige sannies.
En... Maar het is ook veilig, hè? Nee, maar dat is niet... Had je gewild dat ze die man zou verlaten voor je? Ik zal je wat zeggen. Ik wil niet die dude zijn. That fucks up... laten we niet zeggen happy home, maar homewrecking type dude. Ja. Dus absoluut niet. Sterker nog, waarom het ook is gestopt. Omdat ik op een gegeven moment zei... Maar Nick, jij bent dus verliefd aan het worden. Ik ging hardop praten. But chick, met twee kinderen, dat is een blessing. Maar en een man. Maar dude. Normaal. Want ik was vergeten, in het echt ben ik een gangster. en dat staat raar. Het staat raar. Dus daar heb ik het moeten stoppen. Maar ook om haar te beschermen en mij te beschermen. Want I'm gonna fuck something up. And by the way... Maar jij zou niks opfokken. Nee, het is niet tof. Want ik ben wel medeplichtig. Vind ik niet. Aan. Nee, ja, want iets klopt daar niet waarschijnlijk. Maar laat me het zo zeggen, egoïstisch. Zo wil ik niet aan mijn vrouw komen. Dat moet niet het verhaal zijn. Maar als dat het verhaal is... Nou, ik wil dat niet. Maar dat was wel het gevoel. I gotta say. Dus dat is een keuze. Ik wil dat niet. Ik wilde dat niet voor mezelf. Ik ben veel meer waard. Oh, jouw prijzenkast gaat gewoon... Die gaat lang shinen met de liggen erop, hè? Ja. Dus jij zegt, ik moest ervoor gaan. Als jij voor jou zou gaan, dan... Ik wil dit verhaal niet eens vertellen, joh. Heel goed, want ik heb ook dingen verteld. Ja, daarom geef ik hem ook. Ja. Ik al dat soort dingen die erbij ik wil niet een homewrecker zijn. Nee, ik wil niet. Ik heb het net echt specifiek geformuleerd hoe ik het bedoel. Zo wil ik. Dat moet niet het verhaal zijn hoe ik aan de liefde van mijn leven ben gekomen. Ja, maar I don't feel right. Ik. Dus daar zeg ik, nou. Ik sta daar niet achter. Dan is het echt niet de liefde van je leven. Ja, nou, blijkbaar niet. Want volgens mij zijn al die dingen eromheen gewoon... Maar alles was even los van dat. Alles was... Ik ben niet makkelijk te prikkelen. Hè? Ik ben niet snel onder de indruk van niets. Van heel weinig. Want bij mij... jij zegt, alle mannen zijn oppervlakkig. Ik niet, hè? Nee, niet alle mannen. Als we het even generaliseren, het grootste gedeelte. Maar ik kijk naar specifieke dingen... wat een vrouw moet hebben. En daardoor kan ik inzien van... Oh mijn god, ik zou gewoon met deze kunnen leven volgens mij. En dan wordt het eng, hè? Voor jezelf. Die realisatie, ja, dan wordt het eng. Nee, want ik maar waarom wordt het eng? Ik herken dat niet vaak in een vrouw. Dat ik zie van, oh mijn god, ik zou me gewoon niet irriteren als ik 's ochtends wakker word en denk, Jezus, daar is ze weer. Dat ik denk van, nee, ik zou dat niet hebben met haar. Dan wordt het eng. En... Dus dat is wat ik bedoel met die lef die je overal toont, behalve op dat vlak. Ja, maar kijk, je moet je voorstellen, sommige mensen, wat ik net al zei, sommige mensen zijn snel tevreden, man. Sommige mensen, jij gaat er voor een soort, toch wel, tot het uiterste. Om te krijgen, om het zo goed mogelijk te krijgen zoals je het wil. En wat ik ook meemaak van mensen die gewoon echt hoppen van partner naar partner naar partner. Die zijn gewoon heel snel tevreden. Dan heeft je partner iets wat je niet aanstaat en dan blijf je gewoon. Want ja, nee, maar hij is toch zo leuk. En dan gaat ik... Een voorbeeld. Ik had een vriendje. En hij was jonger dan ik. En op een gegeven moment dacht ik... Ga je gang, weet je. Ga leven. Nee. Jij bent alles. En ik werd helemaal gek. Ik denk, ik ben niet alles. Ik bedoel, ik ben ik, weet je. Ik snap die prijzen. Snap het. Maar weet je. Dan, en op een gegeven moment dacht ik... Nee man, ik kan dit niet. Dus nou, jaren later... Dit is echt like vorig jaar gebeurd... Had hij weer contact met me opgenomen, wist hij dat ik een zoontje had. Ik denk, oké, maar hij hield hem een beetje op afstand. En toen vertelde hij me allemaal over zijn zoektocht. Dan had hij weer die en had hij weer die en had hij weer die. En ineens zegt die dude tegen mij van, ja, het is weer zo leuk met jou. Voel jij dat niet? Ik zeg, wat moet ik voelen? Ja. Gewoon die klik van vroeger. Ik zeg, wat bedoel je? Ja, ik ben weer verliefd op je. En we waren alleen maar aan het appen, hè? Want ik heb hem gewoon... Ja. Ik heb niet gebeld. Ik dacht... Oh. En ik denk... En ik heb hem uitgelegd. Ik zei, luister. Het gaat niet over mij. Mm. Het gaat over jouw gemis aan liefde.
Want in de periode dat ik je nu weer met je app, zijn er twee voorbij gekomen en ik ben nummer 3. En ik ben die prijzenkast nog. Ik ben niet nummer 3. Ik ben gewoon niet. Ja. Snap je? Ja. Ik ben niet in. Dus ik zei tegen hem: je bent echt een aardige gozer. Ja. Maar dit gaat niet over. Het gaat niet over mij. Het gaat over jouw gemis aan liefde. En ik zweer het je, 2 maanden later. Ik geloof dat je het samen wil. Ja. En daarin ben ik dus ook heel kritisch. Dat. You gotta see me, weet je? Je moet mij zien. Ik ga iets reals zeggen, want jij bent net als mij, zie ik. Mijn god. Dit is what's up met jou. Jij weigert ook een tweede optie of derde optie te zijn. Toch? Ja. Kijk, maar check. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen van... Ja, maar je gaat met een heteroseksuele man, dus je bent de tweede optie. Ik ben geen tweede optie, want ik ben zijn enige mannelijke optie. Maak af wat je wilde zeggen. Dus voor andere, ik zeg dit voor andere mensen die kijken zeggen van... Oh, maar je bent toch een tweede optie. Nee, oké, check. Dat had ik niet eens meegenomen. Maar ik ga jou laten in die conclusie die jij voor jezelf hebt getrokken. Ja. Ik ga dat even dat terzijde. Maar dit is die Tori. Want is ook een beetje ego, hè? Want je kent je waarde, je bent een prijs. Dus shit, zodra, want ik zeg even bij mij, zodra een meid me laat voelen alsof ik een soort tweede optie ben, daar is het al klaar. En ik geef niet eens melding, een uitleg van het is klaar, ik heb al afkeer. Maar guess what, Miman? So what? Dat je... Nee, so what als je op dat moment als een tweede optie wordt gezien? Chick heeft de waarheid nog niet ontdekt. Of die dude heeft die waarheid nog niet ontdekt. En je moet toch ruimte bieden om voor iemand om de waarheid te vinden. Hey, neem je eigen ruimte, but don't waste my time. Nee, dat sowieso niet. Ik ben daar echt heel strikt. Maar ik praat over mijn ervaring. Hè? En ik raakvlakken zie, praat ik even hardop. Misschien heb jij er iets aan. Of misschien hoor ik jou iets zeggen waarvan ik denk van... Oh ja, daar heb ik iets aan. Ja, maar... Want er is een reden, nogmaals... waarom het eruit ziet zoals het eruit ziet bij jou en mij. En ik weet dat mensen ons horen praten... en die voor hunzelf judgmental invullen. Ik ga je precies zeggen waarom het zo is. En guess what? Leuk gesprek. Misschien is dit herkenbaar of wil je iets zeggen? Dat kan. Drop een comment op YouTube. Daar is het voor. Terwijl je bezig bent, klik op die volgbutton met dat belletje, zodat je een notificatie krijgt dat er weer... van deze waardevolle gesprekken door ons online wordt gedropt. De Gilly's Love Line. En volg me ook. Ik ben al gelijk bezig, hè. En volg mij ook op Instagram, Twitter, @GillyRutu. En verder. Dus, lekker. Ja. Tuurlijk. Nee, maar ja, ik weet niet, hoor. Ik denk hardop. I don't know. Ja, maar, and maar, I think zou, you don't know too. Nobody knows. Maar zou je dat willen? Je zegt, oké, met andere woorden, misschien moet ik haar de ruimte geven dat ik dan de volgende ben. Niet de volgende. Dat is niet wat ik zei, Miman. Dus wij zeggen van, laat me bij mezelf houden. Zodra een chick mij een idee geeft dat ik een soort van tweede optie ben, dan is het klaar, toch? Mm-hmm. Maar kijk even naar je eigen gedrag. Ik zie dan van, maar wacht even. Ik zet chickies ook soms als een optie. En dan moet ik nog erachter komen van... maar wacht even, zij is werelds, man. Ik moet nog wakker worden. En dat gooi ik dan weg. You can't get it right. Kan toch? Dat je niet in één keer doorhebt wat het echte verhaal is. Dat moet groeien, toch? En misschien gooi je daar iets weg. I'm just thinking out loud. Ja, maar ik zal je niet het gevoel geven dat je een tweede keus bent. Onbewust. Ik weet dat niet. Ik weet niet dat jij dat voelt met je gevoelige ass. Ik praat nu over mezelf, hè? Ja. Ik weet niet dat jij... Die is daar niet eens zo erg van bewust. Ja, zo zit... Ik denk dan nu... Daar ben ik nu, hè? Dit is vers. Wat ik nu zeg zijn verse conclusies. Ja. Fresh in the moment. Ja. We zijn aan het overdenken. Dit zijn verse conclusies. Je geeft geen ruimte voor dingen om te groeien, voor dingen om te ontdekken. Mensen zijn zoekend. Jij bent zelf zoekend. Dat betekent dat de counterpart is ook zoekend, toch? Je geeft niet eens ruimte daarvoor. Misschien is dat die... Dat is hoe ik met mezelf praat. Ja, maar misschien is... Want we hadden het net over een negatieve eigenschap. Misschien is dat het afmaken van de zin.
Dat je Gilles andere... Loveline is leuk, hè? Is leuk, hè? Dat je, nou, kunnen we hem afmaken, die zin, denk ja, je? Ja, dat ik een ander... Een slechte eigenschap waaraan ik moet werken is? Dat ik een ander meer ruimte moet geven om ruimte bij mij te maken. Ik vind hem mooi. Hebben we samen gedaan even hier, hè? Ja. You're welcome. Ervan uitgaan dat je mensen hiermee helpt. Maar weet je, dit is de kunst van theater wat wij doen. Okay. Bij theater, je plaatst iets aan het begin. Mm-hmm. En je komt er uiteindelijk weer op terug. Ja. En in film is het ook zo. Je ziet iets aan het begin en aan het einde denk je... Oh, daarom hebben ze dat en dat en dat laten zien. Ja. Dat maakt theater een heel ingewikkeld en mooi vak. Mooi inderdaad. Alleen het mooiere aan dit. This is not scripted. Dat dit is waar. Echt organisch... Wow. Ja, maar ik ben een theaterman, dus ik denk gewoon aan alles. Ja, mooi, I get it. Wat je hebt gezegd blijft in mijn hoofd. Oké, zo puur op de. Dus ik ga een Gilles Loveline theaterstuk voorbij zien komen. Nee. Mijn advocaten staan klaar, hè? Nee. I'm an original, man. Ja. Hey, dope. Ik ook. I love it. I like it. Oké, ik probeerde dus van de quote van deze aflevering een dingetje te maken. Maar jij zag hem anders dan dat ik hem zag. Ja. En dat is dope. Vind ik nog doper zelf. Want daar gaat het om. Hoe zie jij het? Want ik probeerde dan te koppelen aan hoe dat voor jou was, die ervaring om als Antriaan... Ben je geboren op Curaçao? Ja, opgegroeid zeker, op Curaçao? Zeker. Op Curaçao dan uit de kast komen en ik al heb, dat soort dingen. Nee, ik ben... Kijk, ik heb tot mijn 12e heb ik daar gewoond. En... Kwam je daar uit de kast? Ik ben hier... Of we haten uit de kast, hoe gaan we het wel noemen dan? Ik ben hier gewoon, heb ik gewoon gezegd wie ik ben. Dat gebeurde hier pas? Ja. Ja, maar toch... Ik was 27. Toch een belangrijke detail. Ja, zeker. Maar kijk, je moet je voorstellen 27. Dat heel veel mensen... Je moet je voorstellen dat gay guys, dat ze allemaal voorbereiden. Denken, oh, je moet mijn ouders vertellen. Dat zit er heel veel voorbereiding aan vast. Ja. Op een gegeven moment kwam ik op het punt dat ik had een vriend. I was making my own money. En ik zorgde ook voor mijn moeder. En zo. En op een gegeven moment, ik was met mijn zus. En ik zei, oh ja, trouwens, dat is mijn vriend, zei ik zo. Dat was het. Oh ja, trouwens. En ik had het gevoel dat ik niks aan niemand hoefde uit te leggen. Dus mijn zus meteen iedereen gaan bellen. Dus mijn broer belde me op. Zei, het is zo. Dus later mijn moeder belt vanuit Curaçao. Ja, en ik heb iets gehoord. Zei, ja, het is zo. En toen wilde mijn moeder zeggen van, ja, maar misschien iets met... Ze wilde iets met vrouwen zeggen. Ik zei, oké, stop. Luister, de persoon die het niet accepteert, heeft geen plek in mijn leven. Mm, heel simpel. Dat is een keuze die je standvast hebt. Zeker. En ze viel stil. Waarop ze daarna zei van, ben je gelukkig? Ik zei, ik ben heel gelukkig. En jij? Want ik ben de enige die mijn moeder tutoieert. Ja. Ik heb een hele close band met mijn moeder. Dus weet je, I'm like, en sindsdien was dat het. Als je het niet, en nog steeds, als je er niet mee kan, ja, dan houdt het op. Weet je, en als de vrouw waar ik het meeste van hou in mijn hele leven, als ik die zelfs zou zeggen van, yo, als je dit niet pikt, there's the door, okay, dan is alles wat er omheen gebeurt, wat er omheen komt, voor mij niet zoveel waard. Sterk, maar 27, dat betekent dat er wel een heel ding aan vooraf is gegaan voordat je daar was. Zeker. Hoeven we niet allemaal te bespreken, maar 27 jaar, dan vraag ik me af, eerlijk gezegd. Als ontwetende heteroseksuele man. Ik heb nog nooit zo vaak het woord heteroseksueel gebruikt. Want heteroseksuele mannen noemen zichzelf geen heteroseksueel. Exactly. Oh, exactly. And that's it. Ja, I get it. Groei. Oké. Hey, ik kom hier echt wauw. Ik ga hiermee weer nieuwe meiden vangen met deze nieuwe kennis. Ik ga heel interessant doen. Weet je wat ik heb geleerd? Ja, niet weet je wat ik heb geleerd. Alsof ik het al wist. Nee, ik zeg het helemaal verkeerd. Luister. En ik ben queer, blijkbaar. Nee, check. Maar luister. Deze guy, jongen. Maar heb je het dan wel eens met een vrouw gedaan? Ja, zeker. Lekker, hè? Niet dus. Hey! In de tijd wel. Serieus? Je genoten wel van? Yes, ik doe niks. Bijzonder. Ik doe niks waar ik me ongelukkig bij voel. Ja, maar ik kon me voorstellen dat dus in... Nee, want toen was ik er eigenlijk helemaal niet mee bezig. Jo, interessant. Toen was ik er helemaal niet mee bezig. En op een gegeven moment, toen ik het ontdekte, zeg maar... Toen ik had een vriendin. Ik was toch 2 jaar met het doorgaan. Terwijl ik, on the side, had ik ook een guy waarmee ik het deed. Zo, on the side.
zeg maar. Ah. Het is 2 jaar doorgegaan, gewoon tegelijkertijd. En yeah. I loved her en ik voelde me aangetrokken tot hem. Dus voor mij was dat gewoon... Maar ook seksueel dus aangetrokken tot... Ja, ja, ja. Ik was met haar. Dus, maar dan ben je geen biseksueel. School me. Ik denk dat ik... Dat was een soort tussenfase. Ah, oké. Okay. En daarna ben ik met hem doorgegaan. Ja, ja. Daarna ben ik met hem doorgegaan. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Ah. Ik wilde nu een grap maken, jongen. Maar ik ga hem niet maken. Hé. Hey. Ik ga hem niet maken. Dan niet. Dan moet je het echt niet doen, oké. Ik wil zeggen, once you go... It's you never go back, maar... En het is niet black. Okay. Goh, maar het rijdt ook wel... Hmm. Nee. Crack? Ik wil echt... Vul het maar in voor jezelf. Yeah, yeah, I don't even want to know. Ja, precies. Oké. Nee, dat. Ja, dat heb ik. En jij hebt dus de ervaring en met een vrouw... En dan wat je echte lot is gewoon dat je dus op mannen valt. Ja, maar dan ga je nog een geheim vertellen. In mijn latere leven, zeg maar, ik was 31 of zo. I was partying. Ik was gekke dingen aan het doen. Toen had ik bijvoorbeeld een tijd lang een driehoeksrelatie met een man en een vrouw. Jo, en ze wisten het ook bijna. Zij zijn nog steeds een stijl. Oh, oké. Okay. Jij was de toy. Anderhalf... Nee, ja, ook prima. Ja. Prima, maar jij waren mijn toys. Keep it real. en jouw beeld was jij dus. Ja. Okay, en dan hebben ze echt anderhalf jaar echt een hele, hele leuke tijd gehad. Ja, ja, ja. En we zijn nog steeds bevriend zelfs. Dus dat was meer dan alleen seksueel. Het klikt ook. Maar vooral, dat was de basis wel. De vriendschap was de basis. Maar op een gegeven moment in ons gek bestaan... Ja. Dachten we, we gaan experimenteren. En het was fantastisch. Ja, maar ik zei het eerder al toch. Ik ken niks dus en echt. En ik ben best wel onder de indruk van mijn gaven. Want ik wist dat dat ook niet betrekking had tot gay dudes. Want ik zei, je bent wild. En ik had gelijk. Ik ben onder de indruk van mezelf. Dus ik zie dat ook bij dudes. Ik moet hier wat mee doen. Ja, op een gegeven moment, je moet ook leven. Ik weet niet, het was echt een te gekke tijd. Ja, ja, ja. Het was echt een te gekke tijd. En nog steeds in contact met hun als vrienden. Ja, zeker. Ja, ja. Zeker. Okay. Zeker waarbij zij... zij is echt... weet je, Remy, ik mis het echt. En nog steeds. Ja. Maar wie heeft het gestopt? De man. Hij. En die man hoort dus nu zeggen dat ze het eigenlijk mist. Ja, maar niemand weet. Maar je doet er niks mee, er gebeurt niks mee. Het blijft hier waar het blijft. Ja, nee, maar het kan. Ik bedoel, niemand weet wie ze zijn. Dus in principe. Okay. Nee, maar zij weten wie ze zijn, toch? Ja, maar that's it. Maar wij drieën weten wie, weet je? De rest weet het niet. Ja. Daarom kan ik er zo vrij over praten. Nee, maar daar had ik het niet over. Hij hoort jou nu niet zeggen dat die vrouw het mist. Nee, maar dat weet hij. Oh, dat weet hij. We zijn er heel open over. En hij, schat, maar gebeurt niks mee. Ja. Oké. Wat open-minded allemaal, joh. Ja, zeker. Mijn hele omgeving is zo. Ja? Nou, niet zo, maar open-minded. Open-minded. Ik praat over alles met mijn heteroseksuele vrienden. We praten over alles. Zij praten over hun ervaringen. Ik praat over mijn ervaringen. We zijn gewoon... Ik weet het niet, man. Ik leef in een heel... vrij en open wereld met de mensen om me heen van wie ik hou. Ja. Eerste conversatie trouwens. Het eerste conversatie die zo lang heeft geduurd met een man als jij. Jij bent mijn eerste gay dude, Marty. Ja? You down? Gay dude? Je bent mijn eerste homofiele Marty. Nee, ik ga die ook wegknippen. Ik zei iets verkeerd, heb ik weggeknipt. Jij bent mijn eerste Mattie die op mannen valt. Gaan we dat doen? Ja. Boom. I love it. Groei. Ik heb iets weggeknipt trouwens. Hè. Iets wat ik niet mocht zeggen. Ja, het woordje homofiel. Maar je gaat het herhalen. Het woordje homofiel is zo lelijk. Daarom heb ik het weggeknipt. Het is like de jaren 80. Ja, klopt. Ja. Nee, klopt niet. Hè. Ik ben oud. Echt? Dat ook nog. Nee, maar dat maakt niet uit. Ik ben een part of the queer community. Dus ik kan echt wel best wel ver gaan, zeg maar. Vind ik zelf. Oké. Nee, hey, bedankt voor het openheid en het delen, man. I love it. Did you have fun?
Nee. Oké, ik ook totaal niet. Bij de volgende aflevering van Gilly's Loveline lukt dat misschien wel. Thanks man voor het komen, man. Jij bedankt, bless, man. Bless, ja, bless. Echt, I love echt. It. Cool. Leuk dat je tijd er vrij gaat maken om te komen praten over de liefde. Zoals ik altijd zeg, if it ain't about love, it ain't about nothing. Ik zie je graag bij de volgende date. Yeah.